Volgens mij zijn we er weer. We zijn er weer. Welkom terug. Kom allemaal weer binnen. We gaan nog steeds de hele dag prijzen weggeven. We zijn er weer. Welkom terug. Kijk eens. We willen elke 10 minuten willen wij een nieuwe prijs weggeven. En we gaan gewoon lekker door. Er zijn al heel veel prijzen weggegeven. Dit is allemaal weggegeven. En we gaan nog door tot vanavond. We hebben nog heel veel te gaan. We staan er daar backstage nog heel veel. Ja, er zijn al heel veel prijzen weggegeven. Dus blijf lekker kijken. Even denken. Dit is allemaal weggegeven. Want wij zouden iedereen een prijs moeten krijgen. We staan er daar. Even kijken welke dat was. Ja. Even kijken. We kunnen die iedereen even weer binnen. Kijken welke dat was. We zijn het schema helemaal kwijt. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dat klopt. We zijn het schema helemaal kwijt. Alles gaat weg. Ja, alles gaat sowieso weg. Even kijken. Ja, we kunnen die doen of we kunnen deze doen. Weet je, we kunnen alles even doen. Kijken, waar zijn we? We zijn hier. Want we hebben deze hebben gehad. Zullen we, Maarten, zullen we wat dingen weggeven? We kunnen zeker wat dingen. Nee, ja. die fotodingen, statieventassen? Niet. Of wat anders hoor. Weet je, het maakt mij niet uit als we maar weg kunnen geven voor de mensen. Ik zeg ook maar wat. Ja, wij doen maar wat. We kunnen wel even, als we toch heel even hierop moeten wachten. Ja. We geven dus ongeveer elke 10 minuten een prijs weg. Daar kun je aan meedoen via kieskeurig.nl/winnen. Ja. Maar dan loop ik even die kant op. Als we even overschakelen naar de redactie. Ja, we gaan even naar de redactie kijken. Als het goed is, zien jullie mij nu ook? Nog niet, we zien je nog niet. Nog niet? Nee, nu zien we je. Nu wel, kijk eens. Want aan het einde van de dag wordt ook de Mystery Box weggegeven. En wat zat er nou in de Mystery Box? Hebben we vanavond, vannacht hebben we dat bekendgemaakt. Er zaten twee enorme tv's in. Nou, ik ben ongeveer 1,76, dus je weet ongeveer dan hoe groot ze zijn. Eentje van Samsung en eentje van Sony. En die kun je ook nog winnen. Dat is als je naar kieskeurig.nl gaat, /mysterybox. Als je daar je gegevens achterlaat, dan maken we vanavond, aan het einde van de stream zal rond een uurtje of zes zijn. Maken we bekend wie die heeft gewonnen. We geven dus twee tv's weg. Naar twee verschillende personen. Dus je hebt twee keer kans om te winnen. Die gaan dan dus, dat is nog buiten alle prijzen om die we nu aan het weggeven zijn. Dus schrijf daar ook vooral voor in. Twee mooie tv's. Wie wil dat nou niet? Ik bedoel, ik wil ze wel. Ik ook. Ja. Dankjewel Jelle. Alsjeblieft Kevin. Dat was weer een mooie optreden. Ja, we zijn mooi aan elkaar geluld. Ja. Dat dacht ik ook. Zullen wij? Wij hebben. Oké. Ja. De volgende prijs. Wij hebben de volgende prijs. Wij hebben een fantastische prijs, Jelle. Uit de machine. Dit is echt een hele mooie prijs. De machine geeft hem nu aan. Oh, jongens. Dit is... Wat een ding. Vertel, Kevin. Een Rowenta stofzuiger. Ja, dit is de... Ja, dat is de Silence Force Cyclonic, volgens de doos. En ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje een moeilijke naam voor een hele goede stofzuiger. Ja, daar komt het een beetje op neer. Even kijken. Hebben we, hebben we daar wat specs van ook? Nee. Nee, hebben we daar geen specs van? Dat is een krachtige, stille stofzuiger. Ja, dat is het. Zonder zak. Hij heeft geen zak. Nee. Van een zak, hè? Ja, het is een zakloze stofzuiger. Maar het is geen kat in de zak kopen. Het is geen kat in de zak. Ook niet winnen. Het is ook geen zak in de stofzuiger. Nee. Zullen we gewoon... we zetten de timer aan. Voor nieuwe kijkers je misschien vijf uit. Minuten uit. Oh, sorry. Oh, leggen we even uit hoe het werkt. We hebben hier de prijs, de timer loopt. We hebben nu 5 minuten om deze prijs te winnen. Als je dit nou wil hebben, dan ga je naar www.kieskeurig.nl/winnen. Vul je daar het formuliertje in, zeg dat het om de stofzuiger gaat die je wil winnen. En dan, En dan ben je in het systeem voor de loting aan het einde. Dus we maken over 5 minuten ook meteen al de winnaar bekend. Ja. Dus je kan dan meteen die kant op. Ja. We hebben dit alles in de schuur is vandaag dus al weggegeven. Kijk, dit is dus allemaal al weggegeven. We hebben daar nog heel veel liggen wat we ook weg mogen geven. Dus we gaan gelukkig nog heel even door. Dus wat was de URL voor de tv? Dat is, misschien kunnen we heel even de laptop in beeld krijgen waar dat op staat. De URL voor de tv. Kijk, deze twee tv's worden vanavond weggegeven. En daar kun je je voor inschrijven op www.kieskeurig.nl/mysterybox. En als je daar je gegevens invult, dat hoeft niet nu. Dat kan later vandaag, als je nu doet, de hele dag telt. Doe je mee aan de loting ook voor de tv's vanavond. Maar nu hebben we het over deze stofzuiger. Ja, Dorien van Nijhuis zegt, handig, met onze kleinste kruimelaar bij is zo'n zakloze stofzuiger wel een ideaal cadeau. Ja, iemand zegt ook dat mijn stofzuiger zuigt. Dacht ik, ja, dat klopt.
Maar deze is eigenlijk beter. Ja. Dus kijk, dat want die is nieuw. Precies. Gaat altijd. Maar deze heeft inderdaad geen zak. En dat is handig. Ik heb namelijk zelf ook zo'n zakloze stofzuiger. Ja. En dat is echt top. Want zeg maar, aan het einde van de rit is het ook goedkoop. Ja, nu win je hem. Is het sowieso goedkoper. Ja. Maar aan het einde, omdat je die stofzuigerzakken zijn best duur. Ja. Dus als je die elke keer moet kopen, gaat goed. Is dit een rerun? Nee, zeker niet. We zijn weer live. Dus je kunt nu meedoen. Ja, tenzij je dit morgen kijkt, als het niet meer vrijdag is. Ja, dan is het wel weer. We zijn gewoon nog live. Leuke hoed. Het is nu kwart voor vier. Paula, we gaan nog zo'n 2 uur door, denk ik. Ja, we gaan nog tot een uurtje of 6 hebben we gepland. Ja. Misschien iets langer, misschien iets eerder. Het ligt een beetje aan wanneer we er doorheen zijn. En dan gaan we nog heel veel prijzen weggeven. Ja. En aan het einde natuurlijk die 2 tv's. Waar je de hele dag nog voor mee kan doen. Voor deze stofzuiger kun je nog 2 minuten 50 ongeveer je gegevens achterlaten op kieskeurig.nl. /winnen. En dan komt er uit de computer een willekeurige winnaar. Spannend. En dan gaan we hem... zakloze stofzuiger. Zakloze stofzuiger, dan gaan we weggeven. Even kijken. Wanneer hun gespreksstof een stofzuiger is. Ja, nee, ja, dat is het, ja. Ik krijg vlinders in mijn buik als ik die tv's zie. Ja, die tv's zien er mooi uit, hè. Dat vond ik ook. Even kijken. Als de stofzuiger net zo geluidsloos is als jullie, wil ik hem graag. Dat betekent dat hij heel veel geluid maakt. Monique van Duschoten zegt, geweldig, mijn eigen stofzuiger is niet goed. De stofzuigerslang is afgebroken en heb hem nu afgeplakt met plakband. Zo zag mijn stofzuiger ook een keer uit. Ja? Ja. Met duct tape. Ja, dan hou je hem iets lang, hou je hem zo. Ja, kan nog wel. Ja. Dus ik zou enorm blij zijn met het beest, een super mooie prijs. Ja, dat is een mooi ding. Helemaal goed. Dus deze is van Rowenta. Rowenta. En je hebt nog... Nog 1 minuut 50. Nog 1 minuut 50 om mee te doen. Ga naar kieskeurig.nl winnen. Vul het formulier in. Ja. En dan maak je automatisch kans om deze prijs te winnen. Ja. Er zit een... ik zal het even een beetje wat specs hebben. We zijn toch bezig. Er zit een parketreiniger bij. En een tapijtreiniger ook. Allebei los. Dus die zitten er allebei bij. Er zit een filter in die ook stofjes uit de lucht filtert. Dus als je wat allergie hebt voor stof bijvoorbeeld, is dat wel handig. En hij is volgens de doos heel erg stil. Dus of dat zo is, moet dan blijken. Dat horen we dan graag. Als jouw vriendin ligt te slapen, dan zou je moeten kunnen gewoon nog stofzuigen. Ja. Hij zou heel erg stil moeten zijn. Ja. Dus deze zakloze stofzuiger kan van jou zijn als je tussen nu en ongeveer 1 grote minuut je gegevens achterlaat op kieskeurig.nl/winnen. Winnen. En elke 10 minuten dus een prijs. En voor elke prijs kan je weer opnieuw naar kieskeurig.nl/winnen gaan. Ja. Mits de timer loopt. Dus nu kun je nog een minuut kans maken op deze prijs. Tover die maar uit je hoge hoed. Altijd goed. Ja, nee, hier. Ik heb hem laten vallen. Ik heb hem. We hebben nog heel veel prijzen te gaan. Pakketreiniger handig voor hier. Zeker, pakketreiniger is handig. Ja. Even kijken. Super schoon met deze cycloon. Ja, Astrid, zeker. Dennis, dit is geen herhaling. Het is nu... even kijken, het is nu vrijdag 29 november en het is ongeveer 3:50 'smiddags. Dus als dat klopt en je kijkt het nu en dat klopt, dan is dit geen herhaling. Is dit een herhaling? Nee, het is geen herhaling. Dit is gewoon hartstikke live, je bent erbij. Doe mee, je hebt nog 20 seconden. Kieskeurig.nl/winnen. Jeannette Boersma zou fijn zijn voor de harige hond. Ja, zeker. Het is, we komen weer aan het einde van de tijd. We komen weer aan het einde van de tijd. We gaan alleen maar door. Zoveel prijzen. Rowenta stofzuiger mag naar Oosterhout. Ja, dat vlak bij Breda toch, Oosterhout? Ja, dat ken ik. Ja, misschien komt het wel naartoe. We gaan even. 5, 4, 3, 2, 1. Bam. Kijk, en de tijd is gestopt. Ja, wordt ik nu ben uit de inschrijving van de afgelopen tijd wordt nu een winnaar geloot. Die zich binnen de tijd hebben ingeschreven. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Alle inschrijvingen gaan nu door de machine. Ja, er wordt een willekeurige winnaar uitgekozen. Dat is een mooie machine die we hebben. Die hebben we net nieuw, hoor, die machine. Welke die machine? Ja, de Mark 2. Dat is een machine die pruttelt wel heel hard, maar die ontvangt alle e-mails en namen. Ja. En die kiest zo een winnaar uit. Ik zie ook dat onze technische dienst de Fancy Timer heeft gefixt. Dus we gaan hem zo even proberen. Dat vind ik wel leuk. De Fancy Timer. Ik vind dit ook wel leuk eigenlijk. Ja, dit is ook wel leuk. Ik vind het wel. We gaan het proberen. Kijken wat we kijken wel. Even kijken. Volgens mij hebben we al een winnaar, maar je moet even omhoog scrollen, want ik zie het niet. Ik denk dat het Paula is. We hebben een Paula. Ja, kijk eens. Eindelijk. Paula Prins van Helden uit Groningen. Hij komt naar Groningen, Paula. Heel goed. Hele zware doos, dus zorg ervoor dat je thuis bent. Ja. Ja, zal ik hem gewoon gooien? Ja, Ik bouw hier naast de studio ook wel even een stapeltje op. Ja, zet hem maar. We hebben hiernaast nog wat plek in. Dus ik kan hier... ik ga iets dichterbij en dan zet ik hem hier achter. We gaan gelijk door. We gaan meteen door. Kijk eens aan. Prijzen. Zo, jongen.
Hoppa. Wat hebben we hier? Oh, die is wij hebben hier een karaf. Twee prijzen. Want jullie stelt water ondertussen. Ja, ja, deze, oh, deze, zo'n ding heb ik thuis. Die zijn echt top. Sorry. Ja, en we hebben nog een Homely Smart Home pakket. Wat zit er allemaal in? Er zit een Smart Socket Duo in, dus een stekker. Ja. Een Smart Indoor Camera, dus kan je, je kan je huis in de gaten houden via een app. Slimme lampen zitten erin, drie een skortje, een bulb. Nou, perfect. Ja, dus je kan wat je wil zien, kan je ook nog goed belichten. Zullen we even vragen of we van de techniek 5 minuten mogen? Gaan we kijken of het werkt. Kijken of de fancy timer werkt. Een goede timer werkt. We gaan het even proberen. Ik hoop, dat het werkt. Ik hoop dat hij niet 5 minuutjes wilden we graag. 5 minuten. Ja, dan doe ik ook meteen even de timer. Ja. Even kijken. We zijn benieuwd. Hij moet hier komen. Ik ben heel benieuwd. Hij moet zo, daar in beeld ergens zo. Als de timer loopt, kan je direct. Ja, we zijn begonnen. Ja, oh, 5 minuutjes. Hij loopt, hij loopt. Kijk eens. Top, dit is toch leuk, hè? Even kijken. Goed, en de andere prijs? Geef mij een taak minder. Ja, we hebben nog een Homely Smart pakket. We hebben dat Smart pakket en we hebben een slimme een camera, waterkaraf. Slimme lampen. En we hebben een waterkaraf van WMF. Dat is een supermooie, dat is een beetje een designkaraf. Het zijn best wel mooi. Er zit een hele mooie chrome dop op ook. En wat je dus kan doen, is dat je daar water in doet en dan gooi je dan dingen bij die je lekker vindt. Zoals bosbesjes, munt. Koriander, weet ik wat je lekker vindt in je water. Komkommer is heel erg lekker. En dan, als je, dan kan je gewoon schenken met alle zooi erin. En dan komt de zooi niet in je glas, maar smaakt wel een beetje naar. Daar is het voor. Dus deze twee dingen kun je winnen. We kiezen dus twee winnaars straks. Ja, want wil je niet dat je kraft gestolen wordt, kan je hem in de gaten houden met deze smart indoor camera. Je kan hem belichten met een spotjes en een smart bulb. Het zijn allemaal slimme lampen. En die steek je natuurlijk in de smart socket. Dus het is allemaal slim. Het zijn hele slimme producten. We geven ze weg aan twee verschillende winnaars. Ja. Dus ga nu naar kieskeur.nl/winnen. Je, kunt waterkaraf invullen of je vult in slimme lampen of Hombi, want daar is het van. Deze lampen werken als het goed is trouwens ook met de Google Assistant en Amazon Alexa. Dus als je een van die twee systemen thuis hebt, dan werkt het daar naadloos mee. En je kunt ze inderdaad dus besturen met je telefoon. Ja, en er zit inderdaad zo'n smart socket bij. Die zijn wel handig, want als je dan nog ouderwetse lampen hebt, dus gewoon die met een schakelaartje aan en uitgaan, zoals bijna elke lamp eigenlijk. Die kan je dus hierin stoppen. En dan stop je in je stopcontact en dan stop je daar je lamp in. Je kunt er twee in doen. En die worden dan ook automatisch aangezet op het moment dat je deze lamp aanzet. Dus die kan je er dan... even kijken. Smart pakket geschikt voor Apple HomeKit. Officieel niet. Nee. Maar vaak werkt het er wel mee. Dat durf ik niet 100% te zeggen. Ik heb thuis ook wel een paar van dit soort lampen. Niet van dit merk overigens, maar die zijn officieel ook niet compatible met HomeKit. Maar het werkte bij mij toch. Dus je kan het wel proberen natuurlijk. Precies. En de waterkaraf niet te vergeten. Ja, de waterkaraf. Voor de dorstige kijker. Voor de dorstige kijker. Hij is erg mooi. Ja, hij is heel mooi. Ik ben benieuwd. Het is echt een hele goede waterkaraf. Kijk, het is een enorm grote. Waar is hij van? We gaan even kijken. WMF als het goed is, toch? Kijk eens. Het is een WMF waterkaraf. Hij kan in de vaatwasser. Hij kan in de vaatwasser. Dat is ook wel fijn. Er zitten twee handgreepjes hierin aan de zijkant, zoals je ziet. Kan je hem vasthouden. En de dop kun je inderdaad gewoon blijven schenken. Ja. Zonder dat alles wat je erin stopt er mee komt. Dus je kunt er kruiden in doen, ijs, komkommer, citroen. En dan heb je heel fris water. Dat is leuk voor op tafel. Oh, tafelwater. Daar zie je eigenlijk. En het glas is hittebestendig. Misschien ook wel interessant. Ja, dus je kunt er ook thee in doen als je wil. Ja, je kan ook een thee in doen. Ja. Goed, dus die hebben we ook. We hebben er twee. Dus we gaan twee winnaars bekendmaken over 2 minuten 25 ongeveer. Dus je hebt nog 2 minuten 25 om mee te doen. Ga naar kieskeurig.nl/winnen. Om kans te maken op één van deze twee pakketten. Eén van deze twee prijzen. Heel mooi. Dus dat, mooi man. Even kijken. Heel veel mensen kijken uit naar die tv, hè? Ja, ik zie het. Je kan dus naar kieskeurig.nl/mysterybox gaan om kans te maken op de Sony tv of de Samsung tv. En we hebben dus een fancy waterkaraf die je kunt winnen en deze set met slimme lampen. Waarin onder, en die vind ik wel leuk, deze wat grotere lamp. Ja. Dat is dus dat is wel een LED, maar dat lijkt dus op een gloeilamp. Dat is een beetje zo'n vintage looking lamp, maar die is dan dus te besturen met je telefoon. Dat is wel leuk. Het is echt feest. Ja, hier is het ook feest. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar het ligt ook. We hebben ook hier confetti op de grond lager en we hebben allemaal feestelijke snuisterijen. Chocola, koekjes, thee. Is er nog chocola? Ja, hier op de grond ligt heel veel chocola. Ja, er is nog chocola. Wat kijk eens, kast u. Die tweede is een waterkaraf. Ja, dus, dus hebben de eerste prijs is inderdaad de slimme lamp en de tweede is deze waterkaraf. En die is een design waterkaraf, zoals het heet. En ik heb hem thuis. En dat is niet omdat dat ik hem nu weggeef, maar ik heb hem thuis. En hij is heel fijn. Ik wil graag dit is wel, oh, ik wil ook weer gooien eigenlijk. Heb je nog, we hebben nog vast nog een mooie, ik denk het wel. Ergens. Of hebben we al andere mensen die gepakt? Ja, maar het is misschien niet... Oh, hier. Oh, er ligt nog veel meer. Ja. Nou, prima. Perfect. Top. Geef nog een kleine minuut om mee te doen naar kieskeurig.nl
/winnen. Je kan elke 10 minuten geven een nieuwe prijs weg. Dus win je deze prijs niet, blijf kijken, want we hebben nog heel veel prijzen. Er komen nog heel veel aan. Ziet alles wat hier achter ons staat, hebben we dus al weggegeven. Ja. Vanmorgen was de hele schuur leeg. En nu, we bouwen een aardige... Ik heb hier achter me ondertussen een doos neer moeten zetten, want hier, we hebben gewoon geen ruimte meer. Dus het moet allemaal hierbij. Ja. Nog een halve minuut voor deze twee prijzen. Dan zien we, ik selecteer straks twee winnaars. Willekeurig. En eentje voor de slammenlampen en eentje voor de waterkracht. Ja. Doe je de hoed ook nog in de aanbieding? Misschien wel, maar ik weet niet van wie die is, dus dan moet ik even vragen. Ik denk dat misschien het, misschien doe ik dat wel, Frans. Dan kan je winnen. Een hoedje. Een karaf is zeker geen straf. We zijn wel een dree. Als je nog slechte woordgrappen hebt over de producten die we hier bespreken, zuur graag door. Is hartstikke leuk. Wij zijn zelf een beetje op qua woordgrappen, dus we hebben ze nodig. Kan je zo voor de grap zeggen dat ik iets heel duurs gewonnen heb? Rick Schuurmans. Oké, moet je nu even... Ja, even filmen nu. Wacht even. Pak je telefoon erbij. Nee, wacht heel even. We gaan doen alsof ik doe eerst even de timer uit. Of die is uit. Okay. We gaan doen alsof Rick wat gewonnen heeft. We gaan doen... Dus dit is nep. Dit is nep. Rick Schuurman. Dan gaan we daarna de winnaar. Wacht even. En dan upload het even op hashtag kieskeurig live. Dan kunnen we het zien. Dan kunnen we het zien. En de winnaar is Rick Schuurman. Van al deze prijzen, de waarde van 40.000 euro, ga naar Rick Schuurman. Gefeliciteerd, Rick. Jij komt de feestdagen ook. En dat cadeau voor je moeder zit hier ook zeker bij. Dus check dat even. Ja. Helemaal goed. Precies. Dag. Rick Schuurman, heel veel succes daarmee. Veel plezier, Rick. Goed, dan kunnen we verder. Dat was hem. Ja, lekker. Oké, nu gaan we door. Even kijken. We hebben... ik snap er geen zak van, zegt Neo Scholten. Neo, wij geven elke 10 minuten een nieuwe prijs weg. Sorry, ik zie wanneer de timer loopt hier in beeld, kan je meedoen door naar kieskeurig.nl/winnen te gaan om kans te maken op die prijzen. Ja. Ik zie een grap van Alex. En ik vind hem heel erg grappig. Die zegt, ik kocht voor mijn vrouw de laatste mixer, maar die had die Tefal. Van Tefal, van het merk. Je moet hilarisch. Oh, ik weet niet of je ook moet lachen. De winnaar van de Homely Smart Home Set is Freddy Groen uit Coevorden. Freddy, gefeliciteerd, je hebt de slimme lampen. De slimme lampen, allemaal... Oh, prachtig. Heel goed, allemaal gratis, allemaal gratis. Heel goed. Doen we gewoon, hè? Doen we gewoon. Zet erbij. Hoppakee. Krijgen we als goed is ook nog een winnaar voor de karaf. Ja, en dat Nico's is Arnhem. Uit Arnhem. Dat is Jorg van Onna. Gefeliciteerd voor de feestdag. Hartstikke leuk voor op tafel bij het kerstmenu. Dus Jorg, die komt ook jouw kant op. Heel goed. Dat ik deze, kan je die er daarbij zetten? Gefeliciteerd, iedereen zegt gefeliciteerd. Wat leuk dat degene mensen die niet winnen ook gewoon gefeliciteerd zeggen. Dat vinden we echt heel leuk. Ja, dus blijf het lekker doen. Zullen we weer zo'n tag rondje doen anders? We gaan tassen weggeven. We gaan taggen en tassen weggeven. Oké, we gaan taggen. We gaan weer taggen, we hebben weer duo producten. We gaan het zo over uitleggen, kom maar. Ja, en ik één. Oh. Zo. Wij hebben hier, wat is dit? Dit is een fotografietas. Moet hij dat niet even vertellen? En een statief. Wat gaan we doen? Let goed op, voor de mensen die al langer kijken, we hebben het al eerder gedaan. Ja, gaan we weer. Dit zijn twee setjes. We geven... Vier setjes. Vier sets. Ja, maar gaan we... Ja, precies. Dus we geven... vier setjes. Maar we geven er nu aan één winnaar eentje weg, toch? Die dan gaat taggen en dan heb je twee setjes weggegeven. Ja, precies. Ja. Kevin gaat even goed uitleggen. Het plan is als volgt. Wanneer de timer loopt, is het de bedoeling dat je iemand gaat taggen in de chat. Ja. Wij houden het allemaal bij. Wij verzamelen er een paar. En dan kiezen we aan het eind van de timer een winnaar uit. En als jij gewonnen hebt, win je eens zo'n pakket. En degene die jij getagd hebt, wint dat pakket ook. Een pakket. Dus je wint er eigenlijk twee. Dus eentje voor jou. Dus tag iedereen. Tag je moeder, tag je vader, je zus, je broertje, je vriendin, je vader, je kat. Pas op dat niet onder die... Tag iemand en dan wint jij. En degene die jij getagd hebt, winnen allebei zo'n pakketje. Zo'n pakketje. Zullen we gewoon een minuutje doen? Want dat kan snel, hè? Kunnen we een minuut? Langer? Twee minuten. Drie minuten. 10 minuten. 10 minuten. 10 minuten lang. We gaan 10 minuten lang. Oh ja, we hebben er genoeg. Dus gaan we taggen. 10 minuten lang. Ik doe de bel. De bel. Ja, die moet ik even weer pakken. Die staat ook hier. Oké. Dus, ready? 3, 2, 1. Bam. We zijn van start. Als het goed is gaan we 10 minuten. Oh, kijk eens. 12, 10. Ja, daar gaan we. Ja, hij loopt. Ja, 10 minuten. Hey. Oké, je hebt 10 minuten lang om iemand te taggen. Wij verzamelen straks een winnaar. Ja. Als jij hebt gewonnen, dan win jij eens zo'n pakketje. En degene die jij getagd heeft, krijgt dit pakket ook. Ja, iemand tagt Mark Rutte. Denk, ja, misschien wil die ook wel dus winnen. Dus zit je op Facebook, zit je op YouTube, tag mensen, tag gebruikersnamen. Tag allemaal Wij houden het allemaal bij. Kijk, het gaat hard. Schermen. Het gaat hard. Ja, top. Nu zijn we goed bezig. Ja. Dus meestal moet je dus aanmelden via de link, maar bij deze moet je dus iemand
taggen in de komende 9,5 minuut. Op het moment dat we jou dan uitkiezen, dan win jij zo'n set. En degene die je getagd heeft, wint ook zo'n set. Dus je wint er twee. Fantastisch. Er, ja, fantastisch. Fantastisch. Dus er is een fotografietas en een camerastatief. Ja. Die horen bij elkaar. En dan krijg je dus twee sets van. Helemaal goed. Zullen wij nog even voor vanavond uitleggen? Want de meeste mensen weten wel hoe dit werkt. Ja, kunnen wij de laptop in beeld? Het laptopscherm in beeld? Want we hebben buiten alle prijzen die we vandaag aan het weggeven zijn. Zal ik er even bij staan? Ga er even bij staan. Ik ga deze heen. Ja. Nog even niet verklappen voor de mensen. Nee, dat doe ik niet. We hebben gisteravond hebben we de Mystery Box onthuld. En daar zaten twee de hoofdprijzen van vandaag in. En we schakelen even over naar de redactie, want daar staat Kevin ondertussen bij de twee hoofdprijzen. Kijk, daar staat Kevin. Hallo Kevin. Ik heb hier de twee tv's die we vannacht onthuld hebben in onze Mystery Box. We hebben een hele mooie tv, even kijken of ik erbij kan halen, van Sony. Deze hele mooie Sony tv hebben we. En we hebben deze tv van Samsung, die hebben we gekregen van plattetv.nl. Die geven we allebei weg vanavond. Je hebt nog de hele livestream lang om kans te maken. Ga naar kieskeurig.nl/mysterybox. Laat je gegevens achter. En wie weet ben jij de gelukkige winnaar van een van deze twee tv's. Een hele mooie Sony tv of een hele mooie Samsung tv. Het regent prijzen, Jelle, vandaag. Het regent prijzen. We hebben onze paraplu. Het regent buiten nog niet, zie ik. Maar hier binnen regent het zeker, want het regent prijzen. Dus die twee tv's kun je winnen door naar kieskeurig.nl/mysterybox te gaan. Zou de techniek nog heel even de link in beeld kunnen zetten? Die timer klopt niet als jullie schakelen. Oh, de timer klopt niet als we schakelen, maar we gaan gewoon... We hebben 10 minuutjes, toch? 10 minuutjes dus het komt allemaal wel goed. Ja. Dus je hoeft dus voor deze prijzen, dus voor het statief en de tas, hoef je dus geen formulier in te vullen op de website. Dit gaat alleen om het taggen. Dus als jij, stel ik tag Kevin en ik win, dan krijgen wij, Kevin en ik, allebei zo'n pakket. Oh, wat komt er binnen? Je mag het wel komen brengen. Dames en heren! Wat heb je? Oh, we hebben dat de catering, is lekker. Die komt live binnen. De catering, hoe heet het? Kokosplaat. Van José. Zo, lekker. Nou, dankjewel José. Willen jullie ook zo'n kokosplaat? Kieskeurig@josé.nl. Nou. kunnen we de laptop nog laten zien of beter van niet? Ja. Of moeten we hem even analoog laten zien? Oké. Ja, daar is hij. Schrijf je in op kieskeurig.nl/mysterybox en maak kans op een van de twee prijzen. We geven de prijzen straks weg in de uitzending. En natuurlijk geven we nog heel veel andere prijzen weg, elke 10 minuten lang. Blijf kijken in de livestream. En we zijn nu bezig met het weggeven van een cameratas en een statief, een setje. Dus de bedoeling is dat je iemand tagt in de chat. En dan win jij deze prijs en degene die je getagd hebt. Dus jullie winnen allebei... zo'n setje. Een cameratas en een statief. Heel mooi. Het is een mooie tas. Ja, het is een mooie tas. Jij mag weer op je plek. Mag ik weer op mijn plek? Ja. Dat vind ik wel leuk. Ik denk we wisselen een keer op. Ik speak even of we al wat hashtags binnen hebben. Ja, speak even. Oh ja, Kevin speak even. Nog 6,5 minuut om de beste vriendin of vriend te taggen in de chat. Voor een kekkertas en een statief. En dat twee keer natuurlijk, want je krijgt er twee. Kijk. Dan hoef je dus niet voor in te schrijven op de website. Gelukkig maar. Fantastisch. Nee, hoor je niet? Fantastisch. Dat was wel leuk. Even kijken. Mag je ook mensen taggen die je niet kent? Ja, dat mag voor mij wel. Maar als je dan contact op meet, dan kun je daar niet adresgegevens van geven. Dat zou jammer zijn. Dus ik zou wel iemand taggen die je kent. Want anders krijg je er geen twee. Dat zou zonde zijn. Wordt flink getagd hier, zie ik op YouTube. Op Facebook ook. Kijk eens, dat zijn veel tags. Ja, dat zijn zeker veel tags. Ontzettend veel tags. Doen we dat ook? Worden lekker veel mensen getagd, hè? Ja, moet je kijken. Ja. Oh. Jongen, het gaat maar door. Wat is de tijd? We hebben nog 5,5 minuut. 5,5 minuut nog. Het is wel lang, moet ik zeggen. Ja, maar we kunnen nog wel een snackje pakken. Ja, we kunnen nog een snackje pakken. We hebben nog chocola. Ja, we hebben nog hier. We hebben nog koekjes. We hebben nog chocolaatjes. Ja, dat wil ik wel. Wil je een koekje? We gaan een koekje nemen. Een koekje eten. Je hebt nog 5 minuten. Tag iemand in de chat waar je op kijkt. Ja. En dan wint jij een prijs. En degene die je getagd hebt. Kan ook een prijs. Een camera, tas en een statief. En een statief. Ja, de camera nog. Maar je hebt een dashcam al. Eentje. Oh, we hebben allemaal verschillende vormpjes. Ja, één koekje. We hebben spretsen. Ja. Koekjesmacronen. Ja, niet zo kijken Jelle, je moet gewoon even netjes. Ik neem deze, hier zit heel veel suiker op, dus dan houden we het nog vol tot vanavond. Ja. Echt? Oeh, ik neem die ook.
Proost. Misschien moet de techniek heel even ons geluid uitzetten. Want het klinkt echt nergens naar anders. Ja. Dat moet hij zelf weten. Het was satisfying. Ja, dat is goed. Lekker koekje. We hadden zo'n muziekje moeten hebben van The Price is Right. Dus kan ik... Ja, dat is copyright, hè. Dan moeten we worden van YouTube afgegooid. Oei, we hebben wel Bob Ross muziek laten horen in startjes. Oeh. Maar dat was in de eerste stream. Ondertussen komt er een live deal binnen. We hebben nog een live deal. We hebben gewoon nog een live deal. Die wordt gewoon aangereikt, want we zijn de hele dag bezig met dealscoren. Kijk nou, er is 40 euro korting op een HP All-in-One fotoprinter. Een printer? De HP Envy 71. 34. 40 euro korting. Op een fotoprinter van HP. Perfect voor thuisgebruik. Ja. Alleen vandaag. Alleen vandaag. Alleen vandaag. Inclusief 5 maanden gratis printen met HP Instant Ink. Komt ze dan inkt bij je huis brengen of zo? Ja, nou, je krijgt gewoon inkt. 5 maanden lang. Ja, zit gewoon bij aankoop. Dat voor... kieskeurig.nl/Black Friday. /HP. Even de link voor je, even voor in beeld. De link staat daar. Ja, papiertje kun je niet lezen, maar de link wel. Als je daar naartoe gaat, dan vind je dus die hele mooie deal met korting. Pas je op, ga je niet... Het wordt heel mooi. Hele mooie deal. Heel mooie deal. Nou, dag deal. Ja. Even kijken, veel mensen taggen zie ik. Die komen dus allemaal bij ons binnen. Ja. En dan tagt onze redactie die ik jullie winnen dus, en winnen uit. Jij en degene die je getagd hebt, winnen dus allebei een setje cameratas en een statief. Dus dan kan je lekker op pad fotograferen. Ja. En mooi, mooi. Zullen we even kijken, wat kan allemaal wat er allemaal in kan? Ja. Nou, laat zien. Ga hem even openmaken. Zo. Het is grote inhoud, ja. Het was, oh kijk, dit heeft dus allemaal verschillende... Ja, allemaal vakken. Het is een hele andere cameratas, hè? Want je hebt verschillende vakken voor je lenzen, voor de camera zelf. Misschien een flesje water nog. Nou, dat is zo. Nou, je kan even dus... Als je dus ook al zo'n mooie Tefal cup hebt gewonnen... Ja, stel je hebt zo'n Tefal cup gewonnen. Bijvoorbeeld, of je hebt hem al, of je hebt een dopper, hoe heet die dingen. Dan kan je die dus ook meenemen in zo'n vakje. Die gooi je gewoon in. Oh, moet ik wel even duwen? Ja, precies. Hoppa. Die past precies en die blijft gewoon zitten. Nou, dan moeten we hem niet laten zitten, want straks wint een van die mensen die zo'n ding heeft gewonnen, wint dan die tas en denkt, hey. Precies, dat moeten we niet hebben. Het zou wel leuk zijn voor iedereen. Ja, dat wel. Ah, leuk. We hebben nog 2 minuten. Nog 2 minuten. Mocht je net kijken, wij geven nog 2 uur lang, vanaf nu denk ik, zoiets. Zoiets, tot een uurtje. We geven nog heel veel prijzen weg. Ja. Dit heb je allemaal gemist. Maar er komt nog heel veel aan. Geen zorgen, er komt nog heel veel aan. Ja, grote prijzen. Nog 2 uur lang geven we prijzen weg. We proberen elke 10 minuten prijzen weg te geven. Ja. Maar meestal zijn het meer dan 10 minuten. Meestal, zeggen we elke 10 minuten, maar dan doen we de timer op 3 minuten en dan kun je 3 minuten lang die prijs winnen. En als de timer afgelopen is, dan houdt het op, maar dan kun je wel weer voor de volgende prijs meedoen. Ja. Dus het blijft eigenlijk doorgaan, dus dat is top. Fijn, ik las in de chat dat er wel veel mensen zijn die vandaag gewoon de hele dag een beetje dit op de achtergrond aan hebben staan. Dat is natuurlijk echt top. Ja. Dat is heel leuk. Mocht je ook kijken, laat dan gewoon ook even een duimpje omhoog achter op Facebook, YouTube, waar je ook kijkt. Geef ons even een like, want dan weten we dat we het goed doen. Dat vinden we ook altijd leuk. Dat is goed. Dan zie je straks ook wij de like hier, wij zitten hier zelf al vanaf 11 uur 's ochtends. Ja. Dus het is intensief. Maar ja, kijk, maar we hebben al heel veel... Sint-Nicolaas, er is hier niks bij hoor. We hebben heel veel mensen blij gemaakt. Precies. Eindelijk overal wifi. Nou, dat soort dingen. We hebben keukenapparatuur weggegeven. Hier een sapcentrifuge, noem je zo'n ding. Een sappers, een blender, slimme lampenset. Sets om je wifi-signaal te verbeteren. We hebben laptops, beeldschermen, koffiemachines. We hebben een robot grasmaaier weggegeven. Ron Hania tagt zichzelf, dat kan ook. Dat kan ook, dan weet je. Ja, minder misschien wel 2. Dan heb je 2 setjes, maar het is wel leuk als je iemand anders wat gunt. Nog 45 seconden ongeveer. 45 seconden, spannend jongens, blijf taggen. Wordt spannend, blijf taggen. Het wordt allemaal gefilterd, we gaan straks een winnaar kiezen. En dan winnen dus jij en degene die jou getagd heeft, of die jij getagd hebt, winnen allebei zo'n tas en een statief. Dus win je 2 keer. Ja. Dus als je zelf in de fotografie zit, of je zit, hebt een vriend die goed in de fotografie is, een vriendin, dan kan je die ook taggen natuurlijk. En dan is die misschien ook wel blij mee. Dat zou kunnen. Nog, hoe lang hebben we dan? Nog 20 seconden. 20 zijn er bijna aan het einde. Zijn er bijna. Even kijken. Nog 15 seconden. Ik zal de bel er alvast bij pakken. Dan, die staat hier. Hop. Ja hoor, Simone en Alex. Ja hoor, kijk. Die worden Maureen Zuidema zegt, jullie doen het schitterend. Bedankt Maureen. Nou, dankjewel. Dat is lief. Nog 2 seconden, 1 seconde en... Yes, hier, alles gaat stuk. Fantastisch. Fantastisch. Oké, en de... Inschrijving is gesloten. Dus je mag stoppen met jullie taggen. Jullie krijgen nu kans. Ja.
Gaan we iedereen die voordat de timer stopt... Maar voordat we een winnaar hebben... Ja. Dus de winnaar die wordt nu gekozen, maar voordat we de winnaar hebben... Oh, je lampje gaat weer aan. Heb ik het idee dat mijn lampje weer aangaat. Kijk eens. Want volgens mij hebben we weer een deal alert. Een deal alert. Wat is een deal alert, Kevin? Wat is de deal alert van deze uur? Ik ben benieuwd, We gaan hebben er weer eentje gevonden. Ja, we gaan met spanning kijken. Ah, ik wacht met spanning af. Ja. Is je laptop een beetje traag? Of gewoon flink versleten? De 2019 versie van de MacBook Pro 13 inch heeft snelle geheugen en razendsnelle opslag gekregen. De 8e generatie quad-core Intel processor zorgt voor maar liefst 90% snellere prestaties. Superhandig is de baanbrekende touchbar, waarmee je soepeler dan ooit van idee naar resultaat gaat. Deze aanbieding geldt voor de zilveren versie met 128 GB SSD. Top! Nou, we hebben even een cookie gepakt. 20 euro korting op een MacBook, fantastisch. We gaan door. Goud. Ja, schitterend. Apple die is er goed bezig. Tjonge. Oké. Ondertussen gaan we een winnaar kiezen. Ik denk dat er een winnaar komt voor deze twee sets. Even kijken. We gaan het afwachten. Kenneth Roosendaal en Frank Patcher. Kenneth Roosendaal en Frank Patcher. Gefeliciteerd. Jullie winnen allebei. Zo'n set. Jullie winnen allebei zo'n set. Jullie krijgen allebei een cameratas en een statief. Even kijken. En we gaan het nog een keer doen, volgens mij. Ja, volgens mij kwam er nog een. Volgens mij komt er nog een winnaar, toch? Komt er nog een winnaar. Want volgens mij mogen we dit twee keer weggeven. Twee keer dit weggeven. Ja. Even kijken hoor. Ben benieuwd. De tweede winnaars zijn Edwin de Korte en Cynthia Verbrugge. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, ook jullie winnen. Komt allebei zo'n setje. Jullie krijgen een privéberichtje toegestuurd trouwens. Ja. Dus houd dat even in de gaten. Dan nemen we contact op. Ja. Ja, maar goed, gaan die er ook bij? Ik zet hem hier weer neer. Al die prijzen, joh, dat klinkt echt als muziek in de oren. Ja, goud. Dat is echt fantastisch. Ga je nu zingen of niet? Is dat de brug? Nee, ik ga nu niet zingen. We zijn zover. iTunes? We gaan iTunes weggeven. Oh ja, gaan we dat weer doen? Oh, dat is een korte. Dan kunnen we even, gewoon even kort. Waar is anderhalve die? Minuut. Ja, waar is die? Kunnen we anderhalve minuut klaarzetten? Kunnen we anderhalve minuut klaarzetten? Waar is onze bon? Onze iTunes-bon? Dat weet ik niet meer, hoor. Ik ga het gewoon zeggen. Ik ga hem zeggen. Ik weet niet meer waar. Is onze iTunes-bon weg? Waar die is. Even kijken. We gaan, we mogen 3 iTunes cadeaukaartjes weggeven. Van allemaal een tientje. En dat is, als je denkt, jij gebruikt iTunes nooit. Als je een iPhone hebt of je hebt een Mac, dan kun je dat te goed ook besteden in de App Store. Dus stel je wil een programmaatje kopen, een spelletje kopen. Ja. Krijg je daar een tientje korting op. En dat is een digitale code, dus die komt dan waarschijnlijk via de mail naar je toe. Dus we hebben het nu even niet fysiek. Nee, maar we hebben anderhalve minuut. Daarvoor kun je inschrijven op kieskeurig.nl. /winnen en voer er even in iTunes cadeaukaart of Apple Store cadeaukaart en komt die binnen. Zullen we aftellen? Zijn we klaar voor de 5, 4, 3, 2, 1. We zijn begonnen. Top, we doen dit is fantastisch. Jullie hebben allemaal mazzel, joh. Extra. Wat geven we nu weg? We geven drie iTunes kaarten weg te waarde van 10 euro per stuk. 3 keer 10 euro iTunes. Dus mail nu, of ga nu naar kieskeurig.nl /winnaar. Winnen. Even kijken, dus dat is handig als je een iPhone hebt. Ja. Ik koop wel eens een spelletje en dan kan je daar toch een tientje voor krijgen. Een app. Of je koopt een film. Ja, of een film. Kun je mee kopen. Muziek. We zitten op een minuut. Ja. Op een derde zitten we. Ja, kieskeurig.nl /winnen. Veel mensen, iedereen veel plezier met de prijs. Vinden ze leuk, sportief vind ik dat wel. Ze zijn heel sportief, dat vind ik leuk. Joop zegt ook veel plezier met de prijs. Mensen elkaar, veel plezier. Succes allemaal. Michelle zegt Roosendaal. Ja, Roosendaal. Komen er mensen uit Roosendaal in de chat? Ellen Hovens zegt, spannend, zou een voor mijn zoon willen winnen. Nou, kijk. Je hebt drie kansen nu. Drie kansen. Dus ga naar kieskeurig.nl /winnen. Tamara Smit zegt, woehoe, dat is nice. Dat is zeker nice. Even kijken, wat hebben we nog meer? Barbara Bowie de Bruin zegt gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Jannie Simon van den Pol zegt net te laat, moest ze toch even boodschappen halen voor het avondeten. Moet ook gebeuren, maar zet de stream lekker aan bij het avondeten, want we geven nog veel meer weg. Alex zegt, ik kom uit Wervershoofd, maar dat kent toch niemand? Nee. En dat is denk ik niet waar, want ik heb geen plan. We hebben nog 10 seconden om de bel erbij te winnen. 9. Laat je mailtje achter. Emma Lord, Emma Lord, ja, we hebben we alles van gehoord. Dat is gehoord. Van Emma Lord. We zijn gestopt. We krijgen spannend. Zo meteen 3 winnaars voor een iTunes giftcard binnen, als het goed is. Ja. Die daar via kieskeurig.nl/winnen hun gegevens hebben achtergelaten. Ligt in Noord-Holland. Nou, kijk, we weten dat ook.
We hebben water, Eline. Dankjewel. Eline vroeg weer of wat te drinken wilde hebben. Ja, dat is toch wel lief, hè? Wervershoofd ligt een beetje tussen Enkhuizen en Horen. Oh, dat is Noord-Holland in ieder geval. Kijk eens. Veel stof, denk ik, hè? Want hij is al de eerste winnaar is... Rick Schuurman uit Varsseveld. Gefeliciteerd, Rick. Lekker man, kan je moeder geven. Ja. Dan denk je dat ze echt wel gewonnen heeft. En goed, we gaan gewoon door met de tweede winnaar. De tweede winnaar. Is namelijk, ik vind het heel spannend, 10 ook, euro uitjeskaart. Wie heeft het gewonnen? De tweede kaartje is gewonnen. Wie heeft 10 euro uitjeskaart gewonnen? Isa Kurt uit Sinderen. Sinderen heb ik ook nog nooit. Ligt naast Wervershoop. Dat denk je dat het ernaast ligt. Ja, heb ik nooit van gehoord. Sinderen, Isa, gefeliciteerd. Nou, komt hier we hebben er nog eentje. We gaan de derde uitzendkaartje weg mogen geven voor een tientje. Even kijken, die komt ook zo op het scherm binnen hier. Dit is al het spannend moment. Even kijken. Gefeliciteerd Rick, zegt iedereen. Ja, nou, gefeliciteerd ook. Gefeliciteerd Isa ook. Ja. En de derde winnaar komt uit Herwen. Dat is Petra Wolf. Petra Wolf, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Uit Herwen. Jij krijgt, jullie krijgen allemaal een 10 euro uitzendkaart opgestuurd. Ja, een code krijg je daarvoor. Die kun je vullen en dan krijg je Oké, je krijgt allemaal een code. Goed jongens. Nou, leuk. Ik kreeg ook de vraag, kun je twee keer iets winnen of niet? Ja, in theorie kan dat. Ja, de kans is natuurlijk niet super groot. Als jij bij elke prijs gewoon opnieuw naar kieskeurig.nl/6 winnen gaat, heb jij bij elke prijs heb je kans om te winnen. Net zoveel kans. Of je nou gewonnen hebt Patrick of zegt, niet. Patrick zegt, ik kom uit Amerika, kennen jullie dat? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Maar het ligt een beetje aan welke je bedoelt. Dat is of die hele grote, of die kleine een beetje in Zuid-Nederland. Ja, die bedoelt die waarschijnlijk. In Amerika zijn wij op vakantie geweest. Kijk, 6 weken lang naar Amerika in Limburg. Weken, dat is toch fantastisch. Ja, Limburg. Wat zeg je? Wat is dat? Ja, je hebt geen iets zeggen. Die stel je koopt muziek met ijzerskaart. Stel je koopt muziek met ijzerskaart of een film. Dat moet je toch wel afspelen op iets heel moois, hè? Ja. Op een hele mooie installatie. De machine die levert net iets moois. Dit is namelijk. Wat is dit, joh? Dit is een kettingzaag. Ja, ik wil net zeggen. Kijk eens. Hier. 6 weken, nee, midweekje Center Park. Ook leuk. Kijk, dit is een Sigma S2. Hoe lang hebben we voor deze prijs? 5 minuten. 5 minuten? We hebben 5 minuten. Nou, we gaan deze prijs straks in 5 minuten weggeven. Bij Horst. Horst, dat is toch waar Toverland is? Horst, geen idee. Dit is de Sigma S2 Polk. Ja. Dit is de... Waar is de bel? Ik wil de bel doen. De bel, hier heb je de bel. Mag je slaan. We hebben 5 minuutjes. We gaan aftellen, Jelle. Dan gaan we 3. 5. Oh, 4. Ja. Start. Nou, kijk, er gaat 2, 1, 0, 10. Oh, shit. Ik vind het mooi, als op de bel dat er zo magisch 3 seconden bij je. Ga nu naar kieskeurig.nl/winnen om kans te maken op deze Polk Sigma S2. Ja, dat is dus een audioset voor je televisie, bijvoorbeeld. Ja. Met er zit een soundbar bij. En een draadloze subwoofer. En een draadloze subwoofer. Dus je hoeft hem niet op aansluiten. Geen kabels door je huis te optische kabel en HDMI. HDMI zit erin. Kijk eens. Voice adjust technologie, dus je hebt de beste stemmen uit je geluid. Ja, houden. ja. Bluetooth heeft hij ook nog. Een Bluetooth ook. Dus je kan ook nog met je telefoon. Ja, je kan ook nog met je telefoon. Oké, top. Maar dan, dat is wel handig, want als je dus de subwoofer ergens anders in je kamer wil neerzetten... Dennis doet hier al de hele dag voor mee. Dennis, ik hoop dat jij dit wint. Dit is jouw ronde, hè, Dennis? Dat is mooi. Tamara Smit, Horst is inderdaad in de buurt van Toverland. Kijk, top. Ilse Stoop zegt, gaaf dit. Gaaf, keigaaf prijs. Wauw, gaaf. Ankie van den Heuvel. Jongens, dit is een hele goede prijs. Ga naar kieskeurig.nl/winnen. Zorg dat je ook even de livestream liked. Ja. Dat je ons hebt gevolgd op Facebook, YouTube. Duimpje omhoog, dan weten wij dat we goed bezig zijn. Goed bezig. En dan gaan we gewoon net zo goed door. We hebben nog heel veel prijzen om weg te geven. Vinden jullie het goed als ik even Daisy bel? Nou, dat mag jij doen, Bart. Bel jij Daisy heen. Als je hebt gewonnen, mag je dan opnieuw meedoen. Ja. Van mij mag jij onbeperkt een aantal keer meedoen, Rick, als je dat leuk vindt. En de naam doet anders denken, maar je kan hier helaas geen drankje doen. Hier? Nee, bij deze soundbar. dat moet toch ergens anders. Maar je kan er wel hele goede muziek mee afspelen. Dat kan weer wel. Dus ga naar kieskeurig.nl/winnen en maak kans. Gaan jullie ook een monitor weggeven? Dat hebben we al gedaan, Rick. Ja, we hebben al een monitor weggegeven. Of Chris. Maar we weten niet wat er nog komt. Nee, dus... maar er staat hier ergens een doos met een 27 inch monitor. Ja, maar er komen nog heel veel prijzen. Maar je kunt nu nog 3 minuut 15 meedoen voor deze prijs op kieskeurig.nl/winnen. Ja. Nancy Volen zegt duimpje omhoog. Thanks, Nancy. We zijn vandaag niet echt kieskeurig. Ja, we zijn heel kieskeurig met de grappen die we uitkiezen. Ja. Want we vinden slechte grappen heel erg leuk. Voor de mensen die vroeg keken, we kwamen op dreef met grappen. Dat loopt een beetje af nu, want we zijn er heel lang bezig. Ja. De Polk Sigma S2, soundbar. Je kan hem nu winnen, zolang de timer loopt. Ja, zolang de timer loopt. Ga naar kieskeurig.nl/winnen. Harry Beek, mooie prijzen. Ja. Vita, geef jullie ook een gameconsole weg. Ik heb geen idee. Dat komt allemaal... Kiezen jullie wel keurige grappen dan? Soms wel. Soms. Jurgen Stap, dat zou fantastisch zijn, te gek zijn voor mijn mancave. Voor je mancave? Zo'n ding, ja.
En je hoeft geen draden. En Marieke Mat zou haar ouders ermee willen verrassen. En Herman van Veen. Van Velzen, sorry. Herman van Veen, is die, kijkt die ook? Kijkt Herman van Veen ook? Ja, ja. Die heeft deze nummers. Dat zou wat zijn met een film en vet geluid kijken. Ja, als Herman van Veen dit aanzet met zijn nummers, krijg je gewoon een dik door precies. Je kan ook gewoon Herman van Veen erheen pompen. Ja, stop. Neo Scholten, hoop dat hij wint. Ik hoop ook dat je met Neo... Geef jullie ook kokosplaten weg. Nou, als je dus mailt naar kieskeurig@joker.nl, komt er eentje voor je bak. Ja, ja. Even kijken, ik zou lekker games mee gaan spelen. Nog mooie ervaring toch? Zeker, zeker Alex. Dat geeft mooi geluid, vind ik. Ja. Marjolein Blok zegt, dit wordt een Dolby Surround film kijken. Dat zou je kunnen doen. Ja, ja, Dolby Surround is natuurlijk wel iets meer speakers normaal. Maar ook hier krijg je fantastisch geluid uit. Ja, want die kun je de subwoofer neerzetten waar je wilt. Die straatloos. Marion de Groei heeft er zin in, kom maar op. Sabine van Doorn zegt, keimooi ding. Keimooi. Dennis zegt, dit is mooi bij de Sony TV die ik straks ga winnen. Ja. Leuk dat je het zegt, Dennis, want je kunt vandaag buiten alle prijzen zoals deze die we nu aan het weggeven zijn, kun je ook de hele dag lang kans maken op de twee hoofdprijzen die je nu in beeld. Dat is een Sony en een Samsung TV. Dat zijn enorme dingen. Ik zal er zo meteen nog even in het echt laten zien ook. 65 inch volgens mij uit mijn hoofd. Die geven we ook weg. Allebei. Dus je hebt twee keer kans. Je hebt kans op de Sony en kans op de Samsung. Die kun je de hele dag winnen. Dat gaat niet op een timer. Door naar kieskeurig.nl/mysterybox. Gaan. En nu zie je, kijk, achter mijn lieftallige collega daar, zie je ze allebei staan. Druk. Het is heel druk, ja. Die staan, dit zijn die twee enorme dozen. Kijk, dus kieskeurig.nl/mysterybox voor de Samsung TV's. Nou, lekker. Nog anderhalve minuut ongeveer. Dit is te gek. Marie-Louise de Jonge. Een hele mooie naam. Marie-Louise. Ja. Supermooi ding, kom erop. Ja, Herman van Velzen zegt, word je gebeld als je gewonnen hebt, zit op mijn werk. Dat vind ik heel mooi. Kijk het ook lekker op je werk. Zet stiekem aan op de achtergrond. Klik het even weg, houd geluid aan. Want je maakt gewoon een hele dag kans om te winnen. En dat is een goede reden ook voor je baas om te kijken. Ja. Zeker. Toch? Zeker. Ja, dat is heel gewoon normaal. Word je gebeld? Nee, als het goed is word je gemaild. Maar als ik weet het goed is, want je laat je mailadres achter en daar kunnen we je dus ook op contacten. Ja. Daarom moet dat ook. Kijk, nog 40 secondjes voor deze mooie pet. Hoe oud moet je zijn om mee te doen? Ja, Rick Schuurman, maakt niet uit. Al ben je 3 en je kan een mailtje typen of een formuliertje vullen. Ik vind het allemaal goed. Doe lekker mee. Zullen mijn pa en mijn buren wel blij mee zijn? Ja, de buren zijn Anita Rolfsma zegt, zo spannend al de hele middag. Ja. Het is leuk, ik zie wel heel veel namen voorbij komen die ik vanochtend ook al zag. Ja, ik weet dat we hadden net een Paula weer. Paula die kijkt toch vanmorgen. Ja, dus zijn wel uur, leuk. Gezellig jongens. Blijf lekker kijken. Ik hoop dat jullie wat gewonnen hebben. Of lekker nog wat Rick, je hebt gewonnen, heel goed. Even kijken. Nog 8 seconden jongens, waar is de bel? Weer de bel nog? Ik heb de bel. 8 seconden. 5, 4, 3, 2, doe mee, snel. 1 en... Bing! En top. Hij is dicht. Ja, wie gaat de Polk Sigma S2 winnen? Ja, een fantastische soundbar met een draadloze subwoofer. Ja, win je hem niet? We gaan hierna gewoon nog meer prijzen nog weggeven. Tot dus zo'n 6 uur vanavond ruim. Ja, denk tot ik. We op zijn. Ja, we hebben nog heel veel prijzen te gaan. We hebben onszelf een beetje overstegen in wat we allemaal al geregeld hebben. Even kijken. Meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, Patrick, dat vind ik ook. Want het is hartstikke gezellig, toch? Ik bedoel, neem nog een koffietje of een colaatje. De winnaar van de soundbar is uit Heerlen, Richard van Elburg. Richard, lekker jongen. Ja, de hele redactie klapt even mee voor je, Richard. Richard komt jouw kant op. Richard, dat klinkt je als muziek in de oren, dat weet ik al. Zeker. Dat dacht ik al. Ik ga deze even ergens neerzetten, Kevin, want die moet ook... Die moeten we even kwijt. Ik zet hem even hier. Oeps. Het is chaos, jongens. Ja, het chaos. Gaat goed, maar het is helemaal verder niet onhandig. Ja. Nee. Maar, Jelle? Ja. Het is wel een livestream met stijl. Met stijl? Ja, met stijl. Met stijl. En daar kan deze steltang, Remington steltang, ook heel goed bij helpen. Fantastisch ding. Richard, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd, jongen. Ik ga even kijken hoe ons schema zit ondertussen. Hoe zit het op schema? Dus 4:30 ondertussen. 4:30. Het voelt niet alsof we al zo lang bezig zijn. Want het is, we lopen goed. We zitten lekker. We gaan goed. Ja, we lopen 5 minuutjes achter. Of nou, voor. Ik weet niet achter. Ik weet het niet zoiets. We gaan hem weggeven. Solliciteren voor kieskeurig. Ja, stuur een mailtje naar solliciteren@kieskeurig.nl. Komt vast bestaat dat? Ik weet het niet. Ik heb geen idee, maar het komt vast wel ergens in. Ja, het komt vast wel ergens in. Dan zijn we mee. We gaan de Remington Sleek & Curl Expert weggeven. Kijk eens. Sleek & Curl. Ja, we hebben 5 minuten. 5 minuten. 5 minuten. Zal ik de bel alvast klaarzetten? Zou ik maar doen. Ik ga de bel alvast klaarzetten. 3. Dit is een mooie stijltang en krultang. 1.
En yes. Go. We zijn over. Vijf minuten. De Remington Sleek en Kill Expert. Jelle. Ja? Dit is een 2-in-1 steltang. Oeh, stel. Heeft een superkorte opwarmingstijd. Oké, okay, zo warm. Ja, in 15 seconden is hij warm. Dat is snel. Hij heeft een draaisnoer van 3 meter. Ja. Dus als jij gewoon in een andere kamer wil staan even. 3 meter is ver. Dat is heel ver. Dat is handig. Dankzij het universele voltage overal te gebruiken. Dus je kan gewoon lekker meenemen op vakantie. Ja, dat maakt niet uit. Het is fantastisch. Het is fantastisch. Het is fantastisch. Jullie kunnen nu winnen. Als je een man bent, win hem voor je vrouw, je vriendin. Of je hebt zelf lang haar, dat kan ook. Het is altijd makkelijk. Altijd leuk. Dus je kunt ermee stylen en mee krullen. Ja, je kan er van alles mee doen. Het is all in one. Tanja Kuijer wil hem graag winnen. Mark Otte, leuk voor mijn baard. Voor je baard kan je hem natuurlijk ook gebruiken, Mark. Kun je een krullen in je snor maken misschien? Ja. Miranda van der Kraak zegt, krijg je een pruik bij? Nee, dat niet. Maar die kun je wel met korting kopen vandaag. Want het is Black Friday, jongens. Ja. Dus dat kan. Maureen Zuidema zegt, dit zou goed uitkomen voor mijn dochter. Nou, dat is toch top. En Doreen van Heijhuis zegt, nooit meer bed hair day. Met deze Remington Sleek & Curl Expert. Ja, win hem nu. Mooi voor mijn neushaar, zegt Dennis IJs, dat kan ook. Haar fijn uitgelegd. Alles wat haar is, dat kan je stylen. Alles wat haar is, kan je stylen. Oh, we hebben nog een bel ook. Even kijken. Win hem nu, je hebt nog 3,5 minuten om kans te maken. Mijn is net doorgebrand, zegt Rianne. Nou, dan kan het goed uitkomen, Rianne. Dan komt hij misschien wel jouw kant op. Ja. Wil je dit winnen, ga nu naar kieskeurig.nl/winnen. Zolang de timer loopt, kan je daar je gegevens achterlaten. En dan kiezen wij daaruit een winnaar. Ja. Dit kan je bij elke prijs doen. Dus volgende prijs kan je gewoon weer opnieuw doen. Ik wist niet dat prijzen ook uit de kast kunnen komen. Nou, ze gingen er net in, maar ze komen er ook allemaal vanzelf straks weer uit. Ja, dus, uiteindelijk komen ze eruit om naar jullie te gaan. Zelf weer, kom eens Juju Bad Hair Days, zegt Michelle Flanser. Flanser. Denk Flanser. Michelle Flanser. Ja. Is dat de achternaam van onze Michelle? Dat weet ik niet. Even vragen. Wat een gezelligheid, zou er bijna een wijntje bij pakken. Nou, waarom bijna? Ik zou het gewoon doen. Het is half 12 geweest. Kunnen we lekker geen wijntje erbij? Heerlijk. Ik heb wel trek in een wijntje. Fantastisch. Mooi cadeau over mijn kleindochter, zegt Wim. Ja, fantastisch. Marie-Louise zegt dat Kim bijna jarig is. Nou, een mooi cadeautje misschien voor Kim. Jongens, je hebt nog 2,5 minuut. Ga naar kieskeurig.nl/winnen. Laat je gegevens achter. Ik ga even kijken achter de schermen. Ga even achter de schermen kijken. Ja, ik ga even achter de schermen kijken. Ik ben kaal, maar Willem wel. Snap ik. Het is een prachtig ding. Hoor ik daar nou de vrijdag binnen op borrel op de achtergrond? Nou, het scheelt niet heel veel. Maar het is wel heel gezellig. Want iedereen is hier de hele dag. We zijn weer een beetje in de stemming natuurlijk. Is dat zo'n elektroculteertang? Een elektroculteertang? Ik weet niet precies wat dat is, Bart. Een elektroculteertang, helaas. Even kijken. Vrij Mibo, mag je vast een wijntje pakken? Ja, Mies, ik zou zeggen, loop even naar de koelkast, pak een lekker flesje Chardonnay. Lekker, doe een kaasje bij en dan blijf de hele avond nog kijken, zou ik doen. Tot hoe laat gaat dit door? Ik ga zo weg vanaf mijn werk. Nou, we hebben gepland tot ongeveer 6 uur. Hangt er een beetje vanaf ook hoe snel we klaar zijn. We hebben nog best wel veel, dus het zal eerder uitlopen dan dat we eerder klaar zijn. En als we klaar zijn, dan gaan we natuurlijk bekendmaken wie die fantastische tv's gewonnen heeft. Ja. Want die kun je de hele dag nog winnen door naar kieskeurig.nl/mysterybox te gaan. Ja. Je ziet nu de link ook in beeld. Een van die twee tv's kun je dan winnen. We geven ze allebei weg. Daar maak je de hele dag nog kans op. We zijn nu nog, het is 1,5 minuut voor deze steltang. Maar mocht je dan weer denken, ik wil ook wel zo'n mooie tv kunnen winnen. Laat dan via die link van net even reactie achter voor de tv. Via kieskeurig.nl/mysterybox. Jackie Nachtegaal vraagt, bezorgen jullie ook eten? Dat zou wat zijn. Zou het zijn, maar je mag wel bij ons eten komen. Ja, we hebben wel heel veel prijzen weggegeven waar je eten mee kan maken. Dat is zeker waar. En misschien komen er nog prijzen aan waar je eten mee kan maken. Weet ik niet. Blenders. Een grill hebben we ook al weggegeven. Een grill, voor je tosti. Een grillplaat. Ja. We hebben een pan weggegeven. Airfryer. We hebben allemaal een dashcam. Althans, dat heet een luchtfriteuze dus. Nog 50 seconden. Doe mee. Kieskeurig.nl/winnen. En geef even een like ook. Als we het goed doen. We weten het niet of we het goed doen. Dus als jullie meer prijzen willen. Like de video. De stream. Ja. Dat zou het leuk zijn. En volg ons. Nog 35 seconden. Het wordt wel spannend nu, hè. De Remington Sleek & Curl Expert. Richard had net de soundbar gewonnen. Je vraagt of hij nog mee mag doen voor de tv, want die past er wel bij. Ja, nou, Richard, we snappen je. We hebben een lage kans. Je mag uiteraard ook meedoen voor de tv. Kieskeurig.nl/mysterybox. Misschien is het je lucky day en win jij ook nog een tv. We weten het niet. Even kijken. Nog 15 seconden. Jij hebt de bel, hè? Je houdt hem bij. Ja.
Even kijken, geef jullie nog een telefoon weg. Ik heb geen idee, Sudik. Ik weet niet, misschien komt er nog wat. Ja. Weten wij oprecht niet. Even kijken. Nog 4, 3, 2, 1. Top! We gaan hem weggeven. We gaan hem weggeven. We gaan hem weggeven. Er wordt nu wordt de hoed ook weggegeven. Kijk, meer vragen over. Wordt de hoed over? Ook weg? Ja, die misschien hoed. Wel. Kunnen we die hoed weggeven? Mogen we de hoed weggeven? Ja. Ik hoor ja van degene van wie niet de hoed is. Dus ik denk ja, dat het maar van wie de hoed is, mogen we hem weggeven? Mogen we een koekje? Ja hoor. We hebben de winnaar van de Remington Sleek & Curl Expert. Dat is geworden Cindy van Hoofd uit Hilversum. Ja. Oh, Cindy van Hoofd. Oké. Okay. Ja, Cindy. Cindy, jij gaat volgende week in stijl de deur uit Cindy. Met deze steltang. Helemaal goed. Die gaat bij de prijzen heel die goed, al weg heel goed. Ik zet hem er weer bij. Heel goed. Maureen Zuidema hoopt het voor haar dochter. Ja. Maureen, sorry, hij is naar iemand anders gegaan. Maar via kieskeurig.nl ja. Kun je misschien wel een leuk prijsje vinden voor deze. Ja, check deze vooral kieskeurig.nl. Want daar hebben we heel veel prijzen nog. Of nee, ja. Heel veel kortingen. Heel veel kortingen nog. Sorry. Ja. Ja. Er zijn ook heel veel prijzen op. Die hier hebben weggegeven. Ja, wij zijn als het goed is ook live op de site, dus dan kan je ons daar ook zien. Dus dan geven we ook prijzen op de site. Maar er staan ook gewoon heel veel kortingen op. Nee, Cindy heeft de hoed niet nodig. Ik begin een beetje in verhaling te vallen, heb ik het idee. Ja, in ieder geval. Ja. De redactie. Maar dat komt denk ik door deze Fritz repeater. Jezus, slecht. Ja, dit is namelijk een fantastische prijs. Het zijn allemaal, dit is de Fritz repeater 3000. Sorry. En een bel. Die krijg je erbij. Je krijgt een bel bij. Fietsbel. Fietsbel. Cadeau erbij. Je krijgt er een fietsbel heeft er bij. Niks mee te maken, maar nee. Het is wel leuk. Zullen we die bel pakken om te starten en te stoppen? Ja, deze bel. Ja. Oké. Okay. Vijf minuutjes doen? Zullen we vijf minuten doen? Ja, vijf minuten. Ja. We moeten heel veel techniek wachten. Ja, de techniek gaat even ja. Kijken. Wat hebben we hier precies? Dit is een Fritz. Jongens, laat ons eens even weten. Hebben jullie nog mooie deals gezien? Ja. Zijn jullie nog op zoek naar mooie deals? Waar zijn jullie nou op zoek op Black Friday? Gooi het even in de chat. Ja. Dan weten wij dit ook wel even. Vinden we leuk. Er wordt in het chat gezegd dat de bruggetjes heel erg sterk zijn elke keer. Nou, dan doen we onze uiterste best. Ja, we doen ons uiterste best. De Fritz repeater. Ja. Even kijken. Wat hebben jullie... Nou, wacht maar even. Wat hebben jullie allemaal, gescoord op Black Friday? Alles van Nintendo, kijk. Ja, alles van Nintendo. AirPods, Monitor Hue, zie ik. Ja. Moederboard en processor. Kijk eens. De Sonos. Een nieuwe tattoo, echt waar. Op Black Friday hebben we ook korting op. Robotstofzuiger. Philips Hue. Philips Hue, ja. Daar zijn ook wel goede deals op zijn... Je kunt, mocht je nou denken, ik wil de beste korting zien, dan kan op Kieskeurig. Hè? Dan ga je naar kieskeurig.nl, /prijsdalers. En dan zie je een heel handig overzicht, ook op een eerlijke manier, want er zijn best wel wat winkels, ook webwinkels. Ja, Monique Weber zoekt een PS4 Pro nog. PS4 Pro. Ja, die kan je ook vinden op kieskeurig.nl. Maar er zijn veel webwinkels die bijvoorbeeld vlak zeg maar, in de tijd hier naartoe de prijs een beetje omhoog gooien om dan korting te kunnen geven, wat eigenlijk geen korting is. Maar op Kieskeurig houden ze dat heel netjes bij. Dus dan kun je precies zien wat echt een goede, eerlijke deal is. Wil je nog iets hebben, Jelle? Nog iets hebben? Nee, dankjewel, nee. Michelle. Michelle vraagt wat we willen drinken. Wat we nu willen hebben is eigenlijk gewoon een 5 minuten timer. Ik wil graag 5 minuten timer. Zullen we 5 minuten doen? Jij hebt de bel. Ik heb de bel. Dus zullen we gaan aftellen? Okay. We gaan aftellen. 3, 2, 1. Het is 4,5 minuut geworden, zie ik. Weet je, dat reken ik ook goed. Dus dat maakt allemaal wat spannend. Wij hebben hier de Fritz Repeater 3000. Dit is de snelste mesh wifi repeater die je kan hebben. En wat is dat precies? Daar kan je wifi-netwerk mee extenden, dus, zeg maar. Ja. Ik ben hier niet zo'n heel goede kenner in, ga ik zal hem er even zeggen. Uithalen, kunnen we hem even laten zien. Oh, dan moet ik de doos ook stuk maken. Oh, nee, we gaan hem niet uithalen. We gaan hem niet uithalen. Nee, dat is niet leuk. Maar een wifi-repeater, zeg maar, daarmee kan je het wifi-signaal extra versterken. Dus je hebt hier je wifi-signaal vandaan komen, hier heb je geen bereik meer. Als je dan zeg maar een beetje in het midden zo'n ding zet, dan pakt hij dat signaal op en stuurt hij weer, versterkt hij verder en heb je hier wel bereik. Als het goed is fantastisch. Overal in huis wifi. Van een echte Fritz. Dus Fritz wifi repeater. Kijk eens. Noem het een wifi repeater of een Fritzbox. Ja, Fritzbox. Doe wat je wil. Extender. Dus over repeater. Nog 3,5 minuten om naar www.kieskeurig.nl. Ga nu naar www.kieskeurig.nl. Winnen te gaan. Angelique Huijer bezoekt nog een fotocamera. Kijk. Repeater dus herhaler, zegt Monique Weber. Het goede ervaringen met Fritzbocht, zegt Jan van der Kamp. Nou, we hebben er eentje voor je. Dus, doe Fritz de groeten. Fred, we doen Fritz de groeten. De groeten, Fritz. Ja. Ik ben wel benieuwd. Wie was het ook weer? Bij Rick hebben we zijn moeder Rick Schuurmans. Rick Schuurmans. Rick Schuurmans, als je kijkt, zou je het filmpje misschien kunnen delen met ons? Rick, dat filmpje wat wij hebben gemaakt voor je moeder, dat je dat misschien ergens gefilmd hebt, dat je dat even kan laten zien. Dat je 40.000 euro aan prijs hebt gewonnen. Even sturen naar, posten met hashtag kieskeurig live, denk ik.
Ja, hashtag kieskeurig live. Als je even mee deelt, geef ons even een seintje als je hem hebt gepost. Dan gaan we even live kijken. Dat is ook wel leuk. Nog 2 minuten 40. Kijk eens. En ja, je hebt nog 2 minuten 30 om mee te doen. En je krijgt er... Je krijgt er een fietsbel bij. Een fietsbel bij. Ja. Ik weet niet wat dat er verder mee te maken heeft, maar... Een fritsbel. Het is wel een fritsbel. Ja, dat is een fritsbel, denk ik. Ja. Dat is wel een mooi ding trouwens. Ja. Ja, dus we gewoon op je stuur doen met je fiets, je fietsbelletje. Die krijgen er gewoon bij. Dus we elkaar 1 winnaar bekend maken. Ja, 1 winnaar. Precies. Het is fantastisch. We hebben nog iets meer dan 2 minuten om te winnen. Kieskeurig.nl/winnen. Richard zegt, ik voel me heel erg hebberig als ik het formulier blijf invullen. Richard, maakt helemaal niet uit. Blijf lekker. Dino Neutel kan wel wat extra wifi gebruiken. Dan moet je hier meedoen. Ja. Die versterkt het signaal. Nikia Lise wil deze wel winnen voor haar ouders. Ik doe het voor de fietsbel. Ja, kijk, voor de fietsbel. Dat is goed om te horen. Ja, het is mooi, je kan de fietsbel winnen en er zit ook nog een wifi-repeat erbij. Hoe mooi is dat? Win een fietsbel en krijg je de wifi-repeat er graag bij. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, het is fantastisch, Jelle. Het is een mooie dag. Het is Black Friday. Het is druk op kieskeurig.nl. Het is druk op kieskeurig redactie. Wij geven nog wel een goed 1,5 uur lang prijzen weg. Fantastisch, hè? En onze 2 klappers zijn natuurlijk de 2 tv's. De Sony tv en de Samsung tv. Die hebben we op platvertv.nl. Die gaan we vanavond ook weggeven. Ja. Je kan je nog inschrijven. Kieskeurig.nl/mysterybox. Om kans te maken op 1 van die 2 tv's. Ja, dat kun je de hele dag doen. Dat hoeft niet per se. En hou de livestream vooral dan in de gaten. Ja. Want als we hem weggeven, moet je er natuurlijk wel bij zijn. Kijk eens. Een mooie wifi. Ja, lekker met een inbelverbinding. Ja. Michelle. De wifi-bel heb ik ook al gezien. Mooie sokken, zegt Paula. Nou, Kevin? Ja, ik... thanks. Ik heb ze echt... ik heb ze bewaard voor vandaag ook. Ja? Ja. Je hebt ze al jaren niet gewassen. Nee, ik had ze juist gewassen, maar dan... Ja. Kijk eens. Ja, het is mooi, hè? Ja, dankjewel. Wie zei dat? Ja, ik weet niet meer. Paula. Oh, Paula zei het. Ja. Je hebt nog 40 seconden mee te doen. Seconden. Mocht je niet winnen straks, geen zorgen. We hebben nog veel meer prijzen. Elke 10 minuten. Het zit helemaal vol daar nog. We hebben nog heel veel prijzen. We zien niks meer eigenlijk door die prijzen. Nee, het is bizar. Dit staat ook al vol. Dus ik weet niet dat... Wie is die Frits nou eigenlijk? Nou, goed dit zegt. Het is een bekende wielrenner. Daarom krijg je ook die fietsbel bij. Dat is niet waar. Ik heb echt geen flauw idee, maar dat klonk wel zo leuk. Nog 20 seconden. Ik wil graag de fietsbel, de wifi repeater is een leuk extraatje. Kijk, dat vind ik ook een goeie. En hij is ook wel stuivel, hè? Hij staat wel lekker Frits in je huis. Geef jullie toevallig ook 2 televisies weg? Ja, zeker, vanavond 2. Je moet even bellen over 5 seconden, Kevin. Nee, jij hebt de bel. Nee, die staat daar. Nee, jij hebt de bel. Je hebt de fietsbel. Oh. Kijk eens! En we zijn klaar. Wie, wie gaat de fietsbel binnen? Met een leuke wifi repeater erbij. Zit erbij. Die krijg je bij de fietsbel. Even kijken. We zijn benieuwd. Ik zet de wifi-versterker samen met de fietsbel op mijn fiets. Daar wil ik graag een foto van zien. Ja, die wil ik graag zien. Even kijken, wat hebben we nog meer? De winnaar van de fietsbel... Uit Assen, met de wifi-repeater, is geworden... Bodiel Mulder. Bodiel Mulder. Gefeliciteerd. Uit Assen, de fietsbel met de repeater... Geef vooral even een belletje als je binnen hebt. En we gaan door. We gaan gewoon hartstikke door. Kant op. Colin van Velzen, ik had net een grap over een fietsbel, maar ik heb hem alles verteld en ik wil mezelf niet repeaten. Een klein zeventje. Een klein zeventje. Ja, vind ik een leuke grap. Een klein zeventje. Ik heb te lezen dat iemand deel een emoji van voeten als je kan zou maken op sokken van Kevin. Die sokken, wie weet gaan we ze weggeven. Bij de 500, nee, ik ga niks beloven. Ik ben dol op de sokken. Ja. Hij is dol op de sokken. Ja. Kunnen we er ook grapjes over maken? Oh, top, dan ga ik daarheen. Of jij rijdt nu? Ik pak ze. Mijn fiets is best wel zwaar. We hebben weer een nieuwe prijs. We gaan nieuwe prijzen weggeven. Ding. Het gaat maar door. Ze er komen iets bij voor je fiets. De machine deelt ze nu uit. Live. Nieuwe prijzen komen nu binnen. Wat is het? Ik vind het spannend. Dat hebben jullie allemaal zin in? Ja. Die emotie staat wel iets heel anders. Ja, dat klopt. Daarom heb ik er een beetje dubbele gevoelens bij. Vandaag gaat het over de sokken van Kevin. Wat hebben we? Oh, we hebben de prijs al. Ja. We hebben een fietsbel. We hebben sowieso een fietslampje, die krijg je erbij. Maar de hoofdprijs is... Nee, wacht even. Volgens mij is dit apart. Is het apart? Ja, het is een dubbelprijs. Die ook nog winnen? Ja. Oh! Ja, dit is niet zomaar een fietslamp. Het is geen zomaar fietslamp. Nee. Doen we eerst de fietslamp even. Oké, de fietslamp. De fietslamp. Wat zullen we als timer doen? Zullen we 8 minuten doen? Even rust. Ja, rust een beetje rust. Ja. Oké, nou, we gaan wachten op onze timer. 8 minuten. Ja, dat willen we graag. We willen onze 8 minuten timer in beeld en dan kunnen we deze gewoon die knop prijzen. Nee. 8 minuten. 8 minuten. We gaan 8 minuten. Ja, zijn we ready?
3, 2, go. Top. Kijk eens, 8 minuten. Je hebt 8 minuten. Ga nu naar kieskeur.nl/winnen. En maak kans op, wat gaan we winnen? De fietslamp. Een fietslamp. Of die ding. Maar een multitool. Hij is een multitool. Ik weet het nu al. We beginnen met de fietslamp. Ja. Want het is niet zomaar een fietslamp. Nee. Je denkt, fietslamp, we willen niet winnen. Nee, deze wel. Deze is een krachtige fietsverlichting voor de fanatieke fietser. Fanatieke fietser. Nou, mogen we ons allemaal fanatieke fietsers noemen ik natuurlijk. Ik ben ontzettend fanatiek. Ja. Hij heeft 80 lux. 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 Dat is wel een luxe. En 90 meter bereik, lichtbereik. Kijk, hij is goed, hij verblindt niet. Dat is ook wel fijn. Dus prettig. Minder ongelukken voor je prettig. Tegenstanders. En LED-indicatoren geven de accucapaciteit en lichtsterkte aan. Oké, dus er zitten dus ledjes op om. Het is een hele krachtige ziet ook verlichting. Er zit een klein achterlampje ook nog bij. Ja, er zit ook nog een klein achterlampje bij. Meteen heb je gewoon batterijtjes. Ja. Dat is top. En hij is oplaadbaar dus. Ja. Dus je hoeft er niet elke keer nieuwe batterij te doen. Je neemt hem mee naar binnen en dan stop. Dus die kun je winnen. Ja, die kan je winnen. Die kun je nu winnen. Ga naar kieskeurig.nl/winnen en win de fietsbel. Of we geven een dubbelprijs weg, jongens. We gaan twee winnaars kiezen straks. Ja. We hebben ook nog de multitool. We hebben ook nog de multitool, de Einhell multitool. Het is een multitool accu. Op accu. Het heeft een driehoek schuurplaat, een schraper en verschillende type zaagbladen. Kijk, dat is handig dus voor je mancave. Dus ook voor je mancave. Dan kan je je meubels kan je zagen. Zagen. Die kan je live zagen. Dus een multitool. Dus we geven een fietslamp weg en de multitool. Ga naar kieskeurig.nl/winnen. Slash winnen. Om nu kans te maken zolang de timer loopt. Ja. Monique Weber zegt rust zien. Voor wie? Ja, voor ons. Monique, wij zijn al vanaf 11 uur bezig. Ja, even 8 minuutjes lekker. Ja, even rustig even kijken. Superhandig die multitool. Ja, Bart, ik hoop dat die fietslamp licht is. Dat is een hele lichte fietslamp. Ja. Even kijken, ik ga eens even kijken wat erin. Oeh, zit allemaal leuke prijs, in. Roberto Zanin. Dennis IJs, scheelt toch gauw een boete van 90 euro die fietslamp. Kijk, zeker. En je verbindt de politie ook niet, dus dat is ook wel fijn. Ik ga hem zo weer inpakken hoor, voor de gelukkige winnaar. Maar ik ga even kijken hoe die uitziet. Even kijken hoe die uitziet. Een multitool. Ik vind dat echt iets wat mijn vader in zijn schuur heeft liggen. Ja. Naast Flappy. Even kijken. Zo. Even kijken. Zo. Bianca de Vroet, zijn jullie niet ontzettend gaar nu? Jelle, hoe voel jij je? Zeker, 100%. Wij hebben al vanaf 11 uur, s'ochtends geven wij al prijzen weg. We hebben een hele kast vol prijzen al weggegeven. Een schuur vol prijzen zelfs. Ja, een schuur vol prijzen. Elke 10 minuten een nieuwe prijs. Je kan elke keer weer kans maken op de prijs. En nu hebben we deze multitool en de fietslampen. Dus ga nu naar kieskeurig.nl/winnen om kans te maken. Top, dan hebben we als het goed is ook nog een doos met de accu erin, maar die laat ik even zitten hoor voor nu. Maar hier zit denk ik de... Hester Vermeulen zegt de multitool van mijn girlcave. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook zeker, 100%. Hier zit de accu zit erin, dus je kunt de accu hiermee opladen. Zo. Multitool naast Flappy, ook goed voor houtrot. Ja hoor, prima. Kan Flappy heel goed. Hier zit de accu in. Wilma Krijveld zegt, eindelijk heb ik zelf ook mijn gereedschap in plaats van dat ik die naar mijn man moet zoeken. Nou oké, dat is toch top. Dus de Sigma fietsverlichting of de Einhell multitool. Multitool. Ja, multifunctioneel. Zo. Hij doet het ook nog. Hij is zeker voor multi te gebruiken. Hij doet het ook nog. Hij trilt ook flink, hè? Ja, je kunt er voor alles gebruiken, Kevin, wat je wil. dat mag je helemaal zelf weten. Of de fietsverlichting van... even kijken. Mocht je naast deze prijs grijpen, die we nog 4 minuten lang aanhouden, geen zorgen. Er komen nog veel meer. En je mag voor elke prijs opnieuw een kans maken. Ja hoor, helemaal geen probleem. Even kijken. Hop. En we geven natuurlijk aan het eind van de dag geven we de 2 tv's weg. De Sony tv en de Samsung tv. Meedoen kan, kieskeurig.nl/mysterybox. En vergeet ook even niet een likeje achter te laten. Hier zitten alle tools in, hè? Dus de zaagjes en het schuur zit ook nog op maat. Je schuur, lapjes zitten erbij. Je krijgt er alles bij. Dat is fantastisch. Dit is heel een hele mooie prijs. En die fietslamp, die kun je dus een oplaadbare fietslamp met 90 meter bereik of zo was het. Hè? Dat is wel flink wat. Maria Maas, volg je al de hele dag. Blijf hoop houden. Top, Maria. Blijf hoop lekker houden. Bezig. Wij hebben er helaas geen invloed op wie er wint, maar we gunnen het jullie allemaal. En helemaal de kijkers die al de hele dag met ons meegaan. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Jullie hebben onze downfall een beetje gezien van de wakkere presentatoren naar dit. Het wordt ook steeds donkerder, hè? Het wordt steeds donkerder, ja, hier buiten. Je ziet daar zo een beetje de raam, je ziet het ook wel donker. Zijn we nog goed belicht eigenlijk, of is het allemaal te fel? Dat weet ik niet meer. Ja, we zijn nog goed belicht. Het zal wel goed zijn, anders horen we het wel, hè?
Het ziet er op mijn scherm wel een beetje rood uit. Is dat, klopt dat? Kunnen we daar wat aan doen? Even kijken, wat zal deze dan nou weer... Ze zijn heel rood, maakt niet uit. Maakt het uit. Wordt een beetje rood gloeiend van al die warme reacties. Nog drie minuten. Ga naar kieskeurig.nl/winnen. Ik ga dat zinnetje nog in mijn slaap horen straks. Ga naar kieskeurig.nl/winnen. Ja. Ja, ik denk dat ik morgen even vrij neem ook. Ja? Ja? Op zaterdag. Ja, ik ook. Zondag ook wel, denk ik. Adam, Reda, jullie houden mij gezelschap tijdens het koken. Adam, nou, dat is leuk. Laat ook even weten wat je aan het koken bent. Ja, ik ben benieuwd. Ben je iets in een mixer aan het maken bijvoorbeeld? Ja. Want die heb je vandaag met heel veel korting. Wim Timmermans, er gaat ineens een lichtje branden. Ja, op je fiets straks als het goed is. Sushi Ninja, jullie zijn ook hot. Dank je. Jij ook, Sushi Ninja. Top. We gaan door tot zo'n 6 uur. Het zal iets uitlopen misschien. Misschien niet. Rond 6 uur zijn we gaan klaar. We door. Ja. En geven we nog de 2 hoofdprijzen weg, de 2 tv's. Goed. Kieskeurig.nl/mysterybox. Ik heb de multitool weer netjes ingepakt. We hebben nog 2 minuten, Jelle. 2 minuten voor of de multitool of het fietslicht. Dus Jannie is tagliatelle met pesto, zalm en spinazie aan het koken. Dat heb ik wel echt zin in. Komt er nog een stoomgenerator? Ja, en het werkt. Echt waar, Richard? Lekker man. Is het nou de bedoeling dat voor elk item opnieuw inschrijf bij Win? Ja. Ja. Dat klopt. Jelle, inderdaad. Ja. Voor elke prijs moet je opnieuw naar de link, want die maakt dan elke keer weer opnieuw kans op die prijs. Ja. Dus zo houdt het eerder voor iedereen. Ja, prijsspecifiek. Behalve voor de hoofdprijzen, daar kan je de hele dag voor inschrijven, dat hoef je maar 1 keer te doen. Ja. En die gaan naar kieskeurig.nl/mysterybox. Ja. We zijn wat minder rood ook nu, zie ik, dus dat is wel Kijk, fijn. Kijk, dat is fijn bijgesteld. Het wordt wel een beetje zo'n licht, we hebben zo'n spotlight effect, hebben jullie gezien. Ja, maar dat is niet zo erg. Hoe krijg je het voor elkaar om zoveel dingen weg te geven? Ja, gewoon lief bellen. Ja. Ja, komt een beetje op neer. Ja. Oh, de belichting wordt echt dat is, een beetje... We hebben een collega van ons, Carolien. Die heeft heel veel prijzen geregeld voor ons. Ja. Dus heel erg dank aan haar. Carolien. Carolien. Mogen we even een applausje voor Carolien in de chat? Want zij heeft al deze prijzen geregeld voor ons. Maar wat zouden jullie zelf op de tv na het liefste gewonnen hebben? En dan, ik weet niet wat daar allemaal nog ligt, maar wat wij weg hebben gegeven... ik denk de blender. Ja, dat is een mooie prijs. Ik denk die koffiemachine. Die koffiemachine, die espresso-machine. Ja? Die espresso-machine van Illy hebben we ook. Ik vind het design ook mooi. Ja, dus dat. Ja, ons licht wordt live aangepast, ook leuk. Kijk, dit is top. Dat is ook beter meteen, of niet? Ja. Als we overbelicht zijn, moeten jullie me even een geel geven hoor. Je kunt dat thuis het beste zien. Moeilijk kiezen tussen zulke mooie prijzen, zeker de soundbar. Ja. Koffiemachine zeker, ja zeker. Ja. De multitool, zoals je ziet, deze woordgrap die had ik al een paar dagen geleden bedacht. Dat ik Echt? Met, dit maakt je leven niet een hel. Slecht. Maar hij is nu gemaakt in de chat, maar voor wie het nog wil geloven, ik had er een paar dagen geleden, wilde Echt? Ik hem al, dacht ik al, die ga ik maken. Even pingen. Oh, we gaan pingen. We zijn. Je hebt geen kans meer mee te doen. Wie gaat multitool winnen van een hel? En wie gaat de Sigma fietslamp winnen? Ja. We gaan het zien. Ben benieuwd. Het is spannend. Kunnen we een beetje tromgeroffel in de chat? Tromgeroffel. De machine pruttelt door. De koffiemachine. De koffiemachine van Sushi. De pruttelende koffiemachine. Sushi Ninja. Stel je voor dat echt je voor- en achternaam was. Dat is toch leuk? Nou, misschien is dat wel Jelle. De fietslamp. Beginnen met de fietslamp. Waar heb je die? Is gewonnen door. Henk van Beurden uit Rosmalen. Gefeliciteerd. Jij bent de fietslamp. Ik hoop dat je een doorgewinterde fietser bent. We zetten hem erbij. Ik hoop dat je een fiets hebt überhaupt. Ja, fietsen. Ik heb geen fiets. Ja, nu je hem op je kaafje. Ja, ik kan hem ook op je kaafje. Kijk eens, gefeliciteerd zegt iedereen. Ja, leuk jongens. Top. Ja, gefeliciteerd. Ja, leuk. En dan gaan we, hebben we ook de multitool nog. Ja, de multitool van Einhel. Ja. En die is gewonnen door... Peter Willems uit Tienrij. Peter Willems. Peter, jouw leven wordt niet een hel. Ik ga hem nog een keer maken. Ja, blijven maken. Met deze multitool. Hij Kom komt je er wel? Op, zo snel mogelijk. We worden helemaal ingebouwd langs de prijzen. Ja, ik zet hem hier maar, want... Wat hebben we nog allemaal? Ja. Geen idee. Zie ik daar een mysterybox staan? Ik weet het niet. Gaan misschien we weer een mysterybox doen? Iemand moet even gooien. Oh, nee, wacht even. Mijn alarm gaat af, Jelle. Oh. Weet je wat dat betekent? Nee, ja, ik wel. Maar jij weet, wat, weet, je, weet je wat dat betekent? Ja, dat alarm. Ik wel, maar de mensen thuis misschien. Nou, we gaan het zien. Dit is een deal alert. Een deal alert. Wij krijgen een deal alert nu. Kijk we weten het zelf ook nog niet. We gaan het zien. Is je laptop een beetje traag? Of gewoon flink versleten. De 2019 versie van de MacBook Pro 13 inch heeft snelle geheugen en razendsnelle opslag gekregen. De 8e generatie quad-core Intel processor
zorgt voor maar liefst 90% snellere prestaties. Superhandig is de baanbrekende touchbar, waarmee je soepeler dan ooit van idee naar resultaat gaat. Deze aanbieding geldt voor de grijze versie met 256 GB SSD. Kan niet? Oh. Ja, nou dat was koekje. Hartstikke reclamespotje. Moet ook kunnen. We hebben, hebben weer een mystery box. Dit wordt fantastisch. Dit wordt, komt ie, let op. Nee, verder, terug. Ja, anders sta je niet in beeld. Ah! Oh, dit is minder zwaar dan ik dacht. Ja, jij hebt je mond vol, maar ik ook. Wacht even 5 seconden, mensen. Even ons kopje opeten. Ja. Oh, oké. En de mystery box, die krijgen we af en toe aangegooid. Ja. Het winnen werkt hetzelfde als bij alle andere prijzen, alleen we hebben ook geen idee wat erin zit. Dus hij rommelt een beetje. Anita Rosma zegt, die zou de hele middag maar vol moeten kletsen. Mijn complimenten, Anita, dankjewel. Anita, kom volgende keer lekker langs. Wij doen echt hard ons best voor jullie, voor jullie de kijkers, om jullie blij te maken met prijzen. We hebben weer een doos. Wij gaan een doos weggeven. Wat zullen we doen, Jelle? Maar het kan kort. Hij is niet zo zwaar. Hij is niet zwaar. Zullen we 3 minuten doen? 3 minuutjes? We willen graag een timer van 3 minuutjes, ja. Techniek. De mystery box. Je hoeft nu niet voor deze prijs hoef je niet naar kieskeurig.nl/winnig te gaan. Nee, sorry, jawel. Ja, sorry. Jawel. Scrap. Moet wel. Ga naar kieskeurig.nl/winnen als de timer loopt. De inhoud van deze box, wij weten het nog niet. Nee. En jullie ook niet. Dus je doet mee voor een prijs. Ik zie nog geen timer. Nee. 3 minuten, ja. Wacht. Doe maar ping. Ja, als je op 3 minuten bent. 2, 3, 2, 1 en yes, we zijn begonnen. Kieskeurig.nl/winnen. Winnen mystery box. En jij wint de inhoud van deze doos. Wij weten niet wat erin zit, jullie ook niet. Bij de beschrijving mag je mystery box 5 neerzetten. Dit is de 5 mystery box. Mystery box 5. Dus mystery box 5 vullen we in. Ja. Yes. Wil je nog chocolaatje? Ja, dat wil ik. Rood of blauw? Rood. Bedankt. Lekker. Ja, dat zijn goede chocolaatjes hoor. Ja, dat is niet verkeerd. Mm. Ja. Ik ga het merk niet noemen, maar... Nee, mag niet. Van de reclamecodecommissie. Ja, je maakt nu kans op Mystery Box 5. Arie, dankjewel. Kunnen jullie, jullie kunnen deze inhoud winnen. Wij weten niet wat erin zit, jullie ook niet. Wanneer we de winnaar hebben gekozen, gaan we de prijs onthullen. Heel spannend allemaal. Mystery Box 5, je hebt nog 2 minuten kans om deel te nemen. Neo gokt dat er een telefoon in zit of AirPods. Ja, wit. Maar de doos is... Nee, niks verklappen. Hmm, maar hij schudt niet zo heel hard. Hij schudt niet hard, nee. Dus het is wel een doosvullende prijs. Wilco zegt, het zit vol met fietsbellen. Ja, dat zou echt top zijn. Gewoon zo'n hele waar doos. Kan je deze winnen? Ga nu naar kieskeurig.nl/winnen. Ja. Vul het formulier in en dan maak je kans. Zolang deze timer loopt. Dus wanneer deze timer niet meer loopt, heb je geen kans meer. Dus toch nu toch moet een koelkast. Ja, die koelkast zit hierin, denk ik, Richard. Angelique Huijben, Mystery Box 5, ben dol op verrassingen. Wie niet? We zijn allemaal dol op verrassingen. 10 kilogram pepernoten, zegt Guido. Nou, als dat zo is, Guido, dan hou ik hem hier. Ja, dan hou ik hem hier. Dan sturen we 1 zakje op. Dan is het 5 kilogram wat je thuis krijgt. Ja, dan krijg je er een paar. Kan ik ook meedoen als ik een Belg ben, zegt Lubbe. Nou, ik denk dat je dat denk wel kan, ja, als je Belg bent. Als je wint, komt in ieder geval je kant op. Ja, doe maar mee. Zit confetti in, dat kan ook. Je zal hem maar winnen en er zit een pak papier in. Nou, Rick, dat zou kunnen. In theorie kan het. We hebben ook een printer weggegeven, of niet? Nee, die was in de aanbieding. Nee, die was in, we hadden een printer in de aanbieding. In de aanbieding. Nou, als je dat niet kieskeurig.nl/blackfriday/HP. Daar zijn wat mooie aanbiedingen ook. HP-printer hadden in de aanbieding. Nee, nog een minuut. 5 voor 5, de Mystery Box 5 winnen. Nou, dat zou echt bizar zijn. Dat zou mooi zijn, ja. Jeetje. Maar dat redden we niet meer, want we moeten hem direct weggeven als we klaar zijn. Ja, dat is waar. Maar 5 voor 5 is toch wel wat tijd. Maar in de 5e minuut... Ja, even niet, als je geen nummer 5 acht zet, is ook niet super erg hoor. Op de achterkant wordt er ondertussen iemand vervoerd. Kijk, daar. Wordt vervoerd? Oh, komt hij. Kijken. Oh, hij wordt hier achtergezet. Oh, dat is jammer. Een sticker van 30 seconden. Nou Ineke, misschien win je dat wel. Mystery Box 5, kieskeurig.nl/winnen. Even kijken. En mocht je deze Mystery Box niet winnen, dan win je misschien een van de volgende prijzen wel. We gaan nog wel even door. We gaan door. En we hebben nog 2 tv's die gaan we weggeven. Het is fantastisch, Jelle. De Mystery Box bevat steeds kleinere andere dozen. Het is een soort Russisch poppetje, dat elke keer zo'n kleine doos. Je mag zo drukken, Kevin, let je op. 6 seconden nog. Ja, ik ga drukken. Ik ga 4, weer drukken. 3, ik weet niet. Ja, hij gaat weer 3, verder. Top. Nee. We hebben het extra 1. Tijd.
top. Ja, lekker jongens. Een vuurwerk. Ik ben benieuwd. Dat zou lekker zijn, Alex. Wat zit er in die mystery box? Wat deden we? Eerste winnaar, dan eerste de winnaar, dan maak ik hem open. Dus de winnaar wordt nu geselecteerd. De winnaar wordt bekend gemaakt. Dus heel even. In de mystery box zit een andere mystery of een rol van dit mooie tape. Ja. Dat kunt winnen, dat kan ook natuurlijk. Ik hoop dat ik win. Ja, ik hoop ook. Ja, het zou fijn zijn. Maar als je hem niet wint, dan hebben we nog een paar prijzen te gaan. Dus, we hebben gelukkig nog genoeg te gaan. Blijf vooral kijken. Welkom, we geven elke 10 minuten een prijs. Van deze mystery box is geworden Nancy van der Zwan uit Veghel. Lekker Nancy! Maar wat win je? Wat win je, Nancy? Ik ben heel benieuwd, Nancy. We gaan even kijken. Ja, we gaan kijken. Doe het voorzichtig. Zo, ja, ik doe het voorzichtig. Wat springt er uit de doos? Altijd van je afsnijden. Misschien is het wel een kat. Een kat? Dat zou leuk zijn. Hoop ik niet dat ik door de kat heen heb gesneden. Dat zou zielig zijn. Het zou zielig zijn. Even kijken, gaan we de doos openmaken. Zo, wat zit erin? Is het? Oh, ja, is het mooi? Ik denk dat, wie had er ook een Nancy? Ja, ik denk dat Nancy heel blij mee. Nancy is er wel blij mee. Wat Nancy? Nancy? Heb je wel eens dat je soms wakker wordt en denkt, hè, mijn krullen zitten niet lekker vandaag. Tada! Jij weet de perfect curls, wat van? Perfect curl. Van? Van Carmen. Hij was eerst van Carmen, maar nu is hij van jou. Dus dat is wel fijn. Nancy, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Deze prijs komt jouw kant op. Ja. In de mystery box zat hij. Ik hoop dat je haar goed zit. Ik hoop week. Ook dat je haar goed komen. Oeh, goed hij is mooi. Ik heb even gekeken. Nancy, we hebben gespeakt. Ik leg hem erbij, Nancy. Komt jouw kant Richard op. Richard van Elburg, goed terechtgekomen. Ja. Julia ja. Werkman, het is gezellig. Jammer, ik weinig geluk heb vandaag. Julia, de dag is nog niet voorbij. We hebben nog een hele hoop prijzen die we gaan weggeven. En we hebben nog de 2 tv's die we gaan weggeven. Kieskeurig.nl/mysterybox. Je kan nog meedoen. Schrijf je in. Om kans te maken op de tv's. Wat hebben we nu? We hebben nog een mooi pakketje. We hebben nog een mooi pakketje. Ja. Oh, ik ga weg. Hoeveel zijn dit er wel niet, joh? We hebben 5 pakketten. 5 pakketten? De prijs die nu binnenkomt, we gaan 5 winnaars kiezen. 5 verschillende winnaars. Het is weer een Devolo multiroom wifi pakket. Oh, ja, met een uitbreiding erbij. Vijf keer Devolo. Ik zet er hier nog eentje neer. Weet je, de timer loopt. 10 minuten. Je kan nu kans maken. 10 minuten. De timer loopt. Leg even uit wat het is, terwijl ik er nog een paar pak. Want we hebben er heel veel. We hebben er nog Voor degene, we hebben hem al een paar keer weggegeven. Voor degenen die het niet gezien hebben. Dit is een pakket om wifi door je hele huis te krijgen. Ja. Zonder internetkabels te strekken. Ja. Dus je kan beneden bij je router, toch? Kan je hem aansluiten? Ja, ik sluit een van de vier kastjes. Doe je het stopcontact bij je router. Ja. Prik hem in en dan kun je op plekken in je huis waar je geen goed signaal hebt, bijvoorbeeld op de zolder, in een kelder, aan de andere kant van het huis, prik je een van de andere adaptertjes in en dan zendt hij daar ook je wifi signaal uit. Dus dan heb je overal goede dekking, daar gaat het een beetje om, dus dat stopt. Je kunt het noemen op, noem het Devolo. Of, Devolo, wifi, multiroom pakket. Of wifi versterker. We snappen het, Dus Devolo, wifi, multiroom. En dan heb je dus overal wifi. Ja. 5 keer, we kiezen dus 5 winnaars uit. Je krijgt niet alle 5 pakketten in één keer. Je krijgt 5 verschillende mensen. Nee, 5 mensen. Moet zeggen, als je zo'n groot, huis hebt dat je alle 5 kwijt kan, dan ben je. Dat is ook mooi. Ja, dan heb je groot huis. 5 keer kans. Maar dat is ook wel het soort huis. Er is iemand bijgekomen. Nou, oeh, zo. Ik zet me dood. Ja. Jongen. Wie is dat dan? Engert. Even kijken hoor. Oh, dat is. Ik zie hem al. Ja. Is dat, hij praat ook, hij praat. Praat hij ook, of niet? Ja, bizar. Wat een ding. Hij leeft. Is dat Frits? Ik vind het, wat is Frits? Is dat Frits van die box, of niet? Ja. Is dit de enige echte? Is dat de enige, het Frits? Niet? Ligt er nou iemand op de grond aan die pop te... Ja. Wie? Wat slecht. Wat slecht. Je hebt nog 8 minuten om kans te maken op een van de 5 vijf van Devolo. Dus we gaan 5 winnaars kiezen over 8 minuten als je hebt ingeschreven op kieskeurig.nl /winnen. Slash winnen. De link staat ook het is hier makkelijk. Altijd in beeld, dus dat is top. Eindelijk, wifi overal. Ja, kijk maar, wat staat erop? Zelfs hier. Ja, staat daar. Staat en met erop. Zoveel pakketten kunnen we het wifi versterken van hier naar nou, huis misschien wel. Of Tokio. Dat is nog steeds niet uitgerekend. Marian van Kruchten, duimen. Sylvia Bakker, super van jullie. Linda Wanrooy, duimen. Iedereen hoopt. Iedereen heeft de duimen. Ja. Fantastisch. En over duimpjes gesproken, geef ons even een like als je kijkt. Als je toch een duimpje op je Facebook, op YouTube, waar je ook bent. Vind ons leuk. Volg ons. Vinden we altijd leuk. Chris 15, komt er toch een monitor? Je hebt al een monitor gemist. Ik weet niet, die staat ergens. Ik weet niet of er nog één komt. Hebben we hier ergens een 27-inch monitor. Ja. Volgens mij daarachter, want dat is een beetje het begin van de dag. Hebben we weggegeven van HP. Die is al vergeven. Ja. Ik weet niet of er nog één komt. En als je dan denkt, ik heb er echt één nodig. Dan kun je natuurlijk vandaag nog even op kieskeurig.nl kijken.
Michelle Flanser, kan je een PS4 winnen? We weten het niet. Nou, nu niet. Maar met deze Defolo, heb je in ieder geval, als je hem wint, mocht hij voorbij komen, we weten het niet. Weet niet. Heb je in ieder geval overal goed internet op je PS4? Maak even een torentje van, hè? Maak een torentje. Zullen we deze gewoon erbij zetten? Hier. Nee. Nee? Ja, eentje als ik hem nu loslaat, dan gaat het kijken. Ja, maar dan... Nee, maar oh. Nee, dit kan toch niet? Win het. We geven dus een pakketje weg. Een pakketje bestaat. Dit is één pakketje. Nee, kan niet. Kijk, als ik hem loslaat, gebeurt dit. Ja. Dus dat doe ik niet. Dit is wat je wint. God, ik vind... Zo'n pakketje. We geven hem 5 keer weg. Dus 5 mensen gaan we uitkiezen die dit pakket winnen. Echt? Ja. Fantastisch. 5 mensen, joh. Ja. Jongen. We bouwen het allemaal helemaal vol. Ja, nu bouwen we hier gewoon een hele muur. Ja. Oh ja, deze wel bij elkaar. 5 keer een Devolo pakket. Een Devolo. Kun je instellen via je telefoon en je bedrijf, Rien, Tofferhof, leuke dag zo. Leuke dag. Wat een leuke prijs hebben jullie. Kevin Verberg, Verwegen, duimen weer. We gaan allemaal duimen. Niet zo torenhoog bouwen, zegt Bart. Nee, ja. Nee, ja, ik vond het ook wel spannend, maar ja. Ze zijn nog heel. Dus. Armine, Anne, wat een leuke prijs hebben jullie. Jurgen Stap, wifi pakket. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog voor geef ons ook gewoon een duimpje omhoog. Als je kijkt. Geven we jou ook een duimpje omhoog. Neem nog een slokje water. Oeh, dat is lekker. Oh, ja. Ik heb hem omgeschopt net. Dus ik moet even nieuw pakken. Allemaal confetti op. Leuk man. Ah, hoe ziet de redactie er eigenlijk uit? Kunnen we er even live naar de redactie kijken? Ja, kunnen we even kijken? Live naar de redactie kijken? Kan dat jongens? Niet? De redactie, kijk, is, de redactie is lekker bezig. Ja, het wordt al een beetje 5 uur voor de redactie. Ja, het wordt al een beetje einde van de vrijdag. Maar kijk, we zien maar de Samsung nog staan. Ja, de Sony staat ervoor. Die twee staan helemaal vooraan onderin beeld. Er staan 2 enorme tv's. Ja. En die worden ook nog weggegeven vandaag. Dat gaat via kieskeurig.nl/mysterybox. Ja. Want de mysterybox, daar zaten die 2 tv's in. Die zijn vannacht bekendgemaakt. Je ziet ze even op het scherm nu. We hebben een Sony en een Samsung tv. Enorme dingen. 65 inch is de Samsung. De Sony is volgens mij ongeveer net zo groot. Ja. Nee, die worden allebei weggegeven. En dan hoef je ook niet via een timer te doen of zo. Dat kan gewoon de hele dag via de link kieskeurig.nl/mysterybox. Hé jongens, even voorzichtig op mijn tv's, ja? Even voorzichtig, hè, jongen. Anders gaat Dennis de tv straks eraan. Ja, het zou het zijn als nu iemand tegen je tv knalt. Ja, dat zou niks. Nou, dan verkoopt hij zelf maar een nieuwe tv voor Dennis, weet ik al. Ja. Okay, als je de Sony wint trouwens, die staat nu in een heel grote koffer. Als je de Sony wint, krijg je gewoon een gloednieuwe Sony tv in de doos. In de doos. In de gewone doos. Dus, dus die is helemaal nieuw. Deze, deze is door Sony geleverd om even te showen, zeg maar. Ja. Dus ik kreeg hem eens een mooie flight case. Ja, bedankt Sony trouwens nog. Salem, niet Sony snel. Niet zo snel. Niet Sony snel, nee. Sony snel. Zo snel als... Zo snel niet. Ja, dus daarom hebben we een flight case gekregen. Je kan hem winnen. Ja, dan kun je winnen. Maar nu kan je 1 van de 5 Devolo pakketten winnen. Kieskeurig.nl/winnen. Het maakt kans. Gaan de hoedjes nog weg? We weten niet. Mogen we de hoedjes nou weggeven? Ja, dat mag van Maarten. Mogen we de hoedjes geven? Geven we het einde weg. Michelle. Mogen we de hoedjes weggeven? Zo hoort het. Richelle, mogen we de hoedjes weggeven? Mag. Ja, we mogen de hoedjes weggeven. Ja, dan doen we even een leuke... ja hoor, ik geef het wel we doen even aaien en dan ook mijn wassen en dan kunnen de mensen hem winnen. Het zijn mooie hoedjes. Leuk met een mooi patroontje, goud. Ja. Hier de binnenkant is mooi zwart. Kun je Ik verdwijn achter de... Hop, konijn. Je vindt wij dag de stapel. In ieder geval, de herhaling met repeaters, Wilco, dankjewel voor de grap die al leuk, elke minuut gemaakt wordt. Ja, elke minuut wordt grappig. Ik zie de tv al hangen in mijn kamer. Dan hoop ik dat je een goede beugel hebt, want dat ding is zo groot. Patrick Jansen, tijd voor bier. Geniet ervan. Wij kunnen ook wel een biertje gebruiken. Zo, dat is, vanavond neem ik een biertje. Ja, we nemen een goed biertje naar deze uitzending. Of een kopje koffie. Ja, een kopje koffie. Een wijntje. Iedereen strikt zich een hoedje. Nou, wel als ik ineens die hoed afdoe, dan denk ik, zie je, ik herken je niet meer. Jackie Nachtegaal heeft een kopje thee erbij gepakt. Ah, lekker. Monique Weber, waarom kunnen we niet even een half uurtje... Waarom komen zij niet even een half uurtje kwekken? Zij? Wie zijn zij? De collega's. Oh, ja, ook leuk. Wat een leuke collega's hebben jullie, zegt Karin Barto. Marianne van Kuchten, nu even koffie. Hanna. Kagenaar, oh zo snel. Oh zo snel, zijn paard vindt Klaas. Oh. Let niet op. Bart Sinterklaas. Wij zijn Bart, we zijn stapel op de wifi repeat. Dus ik heb die grap nou 8 keer gezien, maar hij is wel leuk. Dit is, dit is hoe noemt dat ding? Dat ding noemt een Devolo wifi kit. Noem het gewoon wifi iets. Dan komt Devolo wifi repeater, versterker. Stopt de wifi zwakte. Nou, kijk. Ja. Als je last van hebt thuis, dan helpt het dus. Iedereen die minder roept, mag voor straf niet meedoen in deze ronde. Die minder roept? Wat mis ik? Jammer Dennis.
Als ik jullie vanavond een shout-out geef op mijn stream, krijg ik dan ook een shout-out van jullie voor mijn kanaal. Je kan het proberen. Kan je proberen. Ja, kijken wat er gebeurt. Moet je even een stream, moet je even vanavond wel even shout-outen. Anders dan... Wordt er hoe een meld ik me aan voor de tv-actie? Ja, ik zal het nog één keer uitleggen. Gaan we nog één keer doen, tv-actie. Ja, kun je nog één keer het laptopscherm in beeld krijgen? Kijk, deze twee tv's kun je dus ook nog winnen vandaag. Die gaan buiten alle prijzen om die we overdag nu aan het weggeven zijn. Die gaan vanavond, ik denk rond een uurtje of zes, worden die weggegeven. Dat gaat via kieskeurig.nl/mysterybox. Als je daar aanmeldt, kun je één van deze twee tv's winnen. We geven er dus twee weg, dus twee keer kans om te winnen. Zo meldt hij aan voor de mystery box. Dat zijn dus die twee tv's. Miranda van de Kraak, doen jullie ook verzoeknummers? Miranda, als je een verzoeknummertje hebt, ja, wat doen wij? We horen het wel. Ja. Dan kijken we wel of we hem kunnen doen. We hebben al een slaapliedje Ruud zegt, ja, dat is waar. Ruud zegt, ik ben er weer, de wifi was even weg. Nou Ruud, kijk, als je nou dit had gehad... Was de wifi niet weg geweest. Ja. Ja, misschien was het ook wel een grap, maar ja, dat maak ik hem bij deze. Dat is al heel veel. Ja. Schitterend. Nou, je hebt nog anderhalf minuut om kans te maken op een van de vijf pakketten van Devolo. Vijf man gaan vandoor met zo'n pakket. Hé, ik lijk op die gast van de Village People, hoor ik. Maar ik weet er niet welke bedoel je dan? Ja, niet de Indiaan, want die heeft niet zo'n hoed. Nee, die gast. Oh, rechts achter. Achter, die. Oh, die gozer? Ja, ja. Nee, ik schrok al. Ja, die lijkt wel, ja, dat is die bouwvakker. Ja, dat klopt, ja. Nummer van Nightwish wordt er gevraagd. Nightwish? Ik ken geen dat niet. Geen flauw idee, maar we kunnen wel iets anders doen, wat ook leuk is. Geen idee. 50 seconden nog. 50 seconden, doe snel mee. Ik heb een van de vijf, hè? We hebben vijf winnaars. Slaapliedje kon goed, ja, zingen maar. Ja, slaapliedje kon goed, Simone, maar het heeft niet geholpen bij de kinderen, las ik. Dus helaas. Nou, heeft dan ook geen zin. Mocht je nou deze prijs niet hebben gewonnen, wij geven nog een aantal prijzen weg. We gaan nog heel veel door. Dit hebben we allemaal al weggegeven, er komt nog wat bij. Ja, en je maakt ook nog kans op een van de twee tv's. Fantastisch. Deze schuur was vanmorgen helemaal leeg. Ja, deze schuur was leeg. Als je nu straks het begin van de... Even kijken. Ik krijg galm door, omdat ik zit met mijn armen zo. Oh. Ja, dat is maar even zo dan, hè. Ja, jammer. Ja. Hallo. Hallo. Ja, dan hebben we het belletje. 10 seconden mensen voor deze 5 minuten. Nikke, Lise zegt, ik kijk liever dan jullie dan naar de kerstfilm die ik keek. Haha. Snap ik. Wij zijn ook heel kerstig. Ja. Kunnen we ook wel zingen. Komt-ie. Zo. Jongen. We hebben een bel. We hebben een beller. Nou ja, althans nu niet meer. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Welke 5 mensen? 5 mensen mogen we dit weggeven. Ja. We gaan 5 tromgeroffel. Dankjewel, Lubbe. De winnaars, daar komen ze. We gaan de eerste weggeven. Die gaat naar. Ik zet ze meteen even hier achter. Tamara van der Horst uit Krommeny. Dat is vlakbij Assendelft. Ja, dat ken ik dan wel. Ja, daar hou ik ervan. Krommeny, ja. Tamara van der Horst. Lekker, ik zet hem erbij. Gefeliciteerd Tamara, die komt jouw kant op. Ja, komt jouw kant één. Op. Dat is één. We gaan rustig door naar het volgende. Uit Heerlen. Heerlen. Karsten Wegels. Karsten, gefeliciteerd. De tweede set komt jouw kant op. Dan komt jij voor allebei. Fantastisch. Fantastisch. Ja, die tas hebben we ook al weggegeven. Dus, oh jee, ja, ik zet het hier wel neer, want dit staat nergens. Is dat voor ons? Oeh, lekker. Mag dat? Ja, dat mag. Okay. De derde winnaar, uit Rosmalen. Uit Rosmalen. Marijke de Weijler. Uit Rosmalen. Marijke, deze komt je kant op, Marijke. Lekker. Deze gaat ook. En we gaan door. We hebben nog een vierde winnaar uit Nieuwkerk aan den IJssel. Nee, daar ben ik geboren. Vertel. Anja van Wilde. Uit Nieuwkerk aan den IJssel. Gefeliciteerd, Anja. Komt jouw kant op. Dat komt allemaal jouw kant op. Vijf Devolo-pakketten. Laatste winnaar uit Hoofddorp. Vincent van Soelen, gefeliciteerd. Vincent. Komt jouw kant op. En weet je wat onze kant op komt? Nou, ik zag het en toen werd ik wel even gelukkig. Ja. Dus ik ga er even goed voor zitten. Jullie hebben er allemaal om gevraagd. Jullie gunnen het ons. Wij hebben er ook voor om gevraagd. Oh. Appelsap. Oh, appelsappie. Heerlijk. Nou, Jelle, proost. Op de laatste prijzen. Nou ja, laatste prijzen. We hebben nog heel veel, hè? Lekker, man. Dankjewel, collega. Dankjewel, collega. Heerlijk. Jongens, als je thuis dan zit of op werk, neem ook even lekker een biertje of een wijntje. Of, ja, nu wijntje, erbij zitten. Of een theetje. Lekker op de bank, want je wordt weggeblazen door de prijzen die we straks weggeven. Bizar. Wat komt er nu? Ik ben heel benieuwd wat er komt. Ik weet het even niet. Gaan we weer? Ik laat me gewoon een doosje in de hand drukken. Ik zie het wel. Ja, doe maar. Er komt weer wat. 3, 2, 1, hop! Ja. Ik wil ook een keer vangen, Jelle. Ja, jij zit... Kom maar. Hier. Hij is mooi, hè? Ja. Onze volgende prijs is een Marley koptelefoon. Positive Vibration XL. Sorry. Hele mond vol. Ja, dat is een koptelefoon van House of Marley.
House of Morley. Met een mooie doos. En duurzaam is hij. Oh ja. Hoeveel tijd krijgen mensen hier? Vijf minuutjes. Jullie krijgen vijf minuutjes. Mogen wij vijf minuutjes? Waar is de bel? Man van de techniek. De bel heb ik. De bel. Drie. Nee, oh, vijf. We zitten nog op tien. Even wachten, we gaan terug naar vijf. Pam, pom, 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 padom, pom, pom. Ja, het is appelsap, Frank. Echt waar. Ja, ja, 5,5 minuten reken ik ook goed hoor, jongens. 5 minuten 5. Ja hoor. 3, 2, 1. Top! Je hebt 5. Oh, het is ineens 4,5. 4,5. 4,5. We gaan gewoon iets langer door. Je hebt 5 minuten om deze koptelefoon te winnen. Ik ga kijken of ik hem even eruit kan halen. Want dat het is een duurzame koptelefoon over-ear, is dat, voor de mensen die het fijn vinden. Oh ja, hier gaat hij. Gemaakt met gerecyclede producten. Oh, kijk eens. Ingebouwde microfoon, dus je kan ermee bellen. Is het mooi verpakt ook? Ja. Ik laat het even zien. Ja. Mooi je kan er dus mee bellen. Dus je kunt er mee bellen. Net als een telefoon. Ingebouwde microfoon. Ja, quick charge functie, opvouwbaar en hij heeft luxe foam oorkussens. Jelle, ik wil van jou weten, hoe zit hij? Ik ga hem even uitpakken en hoop ik dat ik hem straks weer net zo mooi kan inpakken. Oh, dat denk ik wel. Ja, dat komt wel goed. Zullen we hier ook gewoon een notitie in stoppen? Notitie? Hebben we nog een... Ja, nee, we gaan... Heb ik net water overheen laten vallen, dus die zijn een beetje vies. We doen hier, degene die dit wint krijgt ook nog een persoonlijk berichtje van ons. Ja, degene die deze wint krijgt een persoonlijk berichtje van ons. Even kijken, oh hier is die. Maar neem jij hem hoedje, oh, die jij hem eens even op. Zal ik zeggen, hij is natuurlijk verstelbaar. Dat klinkt als muziek in de oren. Dat klinkt als muziek in de oren, zeker. Even kijken, dit is rechts, dat is links. Dan doe ik hem over mijn oor. Nou, dan hoor ik niks meer. Even stellen. Iets kleiner mag die. Dus deze kunnen we winnen, dan komen er 3,5 minuut nog. Kijk eens. Meteen al een leuke. Ja, zit hij goed? Wat? Ja, nou, wil jij net als Jelle er zo bij zitten straks met je koptelefoon? Je hebt nog 3 minuten om mee te doen. Kieskeurig.nl/winnaars. Ja. En dan maak je kans op deze koptelefoon van Marley. Ja, is het YMCA? Wat? Nee, nee, nee. Hij zit lekker. Mooi. Hij heeft een stof bovenrandje ook. Ja, ik heb deze met mijn handschrift. Is met jouw handschrift? Ja. Oeh, leuk. Dus dat is wel minder mooi. ik heb geen mooi handschrift. Ik wil hem ook even op. Je mag even op. Hij is mooi. Er zit ook een soort houten logotje aan de zijkant. Het is echt mooi, mooi gemaakt. Er zit uiteraard een oplaadkabel en ook nog gewoon een headphone jack bij. Ja. Voor als je hem nog met draad wil aansluiten. Maar hij is draadloos, uiteraard. Zo. Lekker, hè? Kijk, zei dat. Lekker nummertje hoor, staat erop. Chic de Vriemel hoor, ja Fred, zeker Chic de Vriemel. En nog mooi ingepakt ook. Je krijgt er een. Er zit zo'n tasje bij, dan kun je hem gewoon meenemen. Oeh, gaat bijna fout. Dan beschadigt hij niet. Dus dat is top. Ja. Dus deze koptelefoon kan van jou zijn. Als je tussen nu en 2 minuut 18 naar www.kieskeurig.nl/winnen gaat. En daar je gegevens achterlaat, dan kunnen we contact met jullie opnemen. Ja, dan win jij deze House of Marley koptelefoon. Fantastisch. Er gaat een lint door ons beeld heen. Een lint door ons beeld. Dat gaat steeds verder ook. Ik vind het wel handig. Hoe doe je dat? Dit is wel top. Wat is de truc? Dat is een goede truc. Heb je wel eens een spelletje gezien? Dat je dus... je kent zo'n meetlint. Ja. En die is dan heel lang. Die rol je helemaal uit. En dan moet je hem één kant in je mond doen. En anders houdt het meetlint hoger dan je mond. En dan laat je een druif overheen rollen. En die moet dan in je mond komen. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, dat laat je. Ik weet precies wat je doet. Het lijkt me fantastisch leuk om een keer te doen. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar er zijn mensen die laten hem los en dan... Nee, als je hem echt als je hem loslaat, dan zit hij pap, dan komt hij zo tegen je hand. Nee, dat kan, dat is leuk. Om je Astrid Earhart, heerlijk om ongestoord van mijn muziek te genieten, klopt. Zeker, en van onze liedjes die we wel eens zingen. Hebben ze hem opgedaan, ik hoef hem niet meer. Ik snap ik. Maar we hebben schone hoofden, schone oren. Ik heb hem vanmorgen nog gedoucht, dus... Ja. Hij is hartstikke mooi. En waar was die? Het was allemaal van gerecyclede materialen, toch? Ja, ik ga het even checken. Dat dacht ik. Duurzame over-ear koptelefoon. Ja, over-ear. Ja, gemaakt inderdaad. Van uitsluitend duurzame en gerecyclede objecten. Oh, kijk eens. Dit geldt niet voor de winnaars natuurlijk, maar daarnaast wordt er bij elk verkocht product een boom geplant in een gebied waar herbossing noodzakelijk is. Oh, kijk eens. Dus als deze jij niet wint, maar je koopt hem op Black Friday, kieskeurig.nl/prijsdalers kan je misschien wel vinden. Misschien wel. Even kijken of er een deeltje is. Dan wordt er een boom geplant in een gebied waar dat nodig is. Dat nou, dat is een mooi streepje. Dat vind ik mooi, ja. De House of Marley koptelefoon, nog 40 seconden mee te doen. Ik doe hem alvast. Kieskeurig.nl/winnen. Oh, ik moet straks nog het persoonlijke nootje erin doen. De komische noot, hè? Ja, als we de winnaar hebben, moeten we even de naam opschrijven. Jij kan alvast jouw naam opschrijven. Oh ja, ik kan vast mijn naam opschrijven. En Jelle. Zo! Dat... Nou, leuk voor de kerst. Mooi. En nu moeten we even wachten. Handig om mee te skiën. Nou, dat zou kunnen. Nog 10 seconden. Waar is de bel? Je hebt de bel.
Even kijken. Veel weg. Maureen Zuidema, heel graag. Ik hou niet van zijn muziek. Geef niet. Dat kan. 1-0. Kevin, snel. Ja, oh. Zijn we op tijd? Net op tijd. Godverdank. Goed. Linda Wangrooy, jullie zijn top. Ja, ik ga het toch even zeggen. Ja, je zegt het, ja. Nou, we zijn klaar. We gaan de winnaar kiezen. We krijgen weer een win. De winnaar is van de koptelefoon. En als je deze niet wint, dan heb je nog... Oeh, we krijgen nootjes. Oh, Eline. We hebben nog wat prijzen staan. Maar uit Roelof Varensveen, ja. Jurgen Stap. Jurgen Stap uit Roelof Varensveen. Ik was Jurgen aan het schrijven. Het is Jurgen, ja. Jurgen, deze koptelefoon komt jouw kant op, ja, met een persoonlijke noot. Even laten zien dat we het echt niet geschreven hebben. Ja, het echt geschreven nu. Ja, even. Oh, laat even op camera zien. Ja, dat is goed. Jurgen, dat klinkt als muziek in de oren. Voor Jurgen. Kusjes. Veel plezier ermee. Alsjeblieft. Zo, die zit erin. Ja. Gaat nergens meer heen. Het is een beetje nat, want we hebben het water overheen laten. Maar nee, hij is weer droog. Hij is nu alleen een beetje gekreukt. Ja, maar dat geeft niet. Jurgen, jij... Oh jee. Wat is dit? Ik weet niet wat er gebeurt. Er komt iets... Sorry? Harde trek, oh, daar komt hij vanzelf. Oh. Hebben we breed beeld? Dat krijgen we nou. Dat hebben we nou weer. Er komt een cadeau naar binnen. Een cadeau? Hou hem tegen. Ja, ik heb hem. Ja, we hebben hem gevangen. Oh. En wie zit erachter? Ja, die hele rol denk ik, als je nou lang genoeg trekt. Oké, dat gaat niet verder. Nee, nou is het klaar. Ik ben die koptelefoon proberen terug gaan doen voor Jurgen. Maar... We hebben een mystery box weer. Ja, een mystery, denk ik. Wat is een mystery box? Dit is de prijs. Niet. Die gaan we weggeven aan jou. Maar wij weten niet wat erin zit en jij ook niet. We revealen hem pas. We maken hem pas bekend op het moment dat je hem gewonnen hebt. Ja, dus we maken hem straks open als er iemand gewonnen heeft. Maar hoeveel tijd hebben we hiervoor? Oeh, hij is wel zwaar. Hij is zwaar. Zullen we even 8 minuutjes doen? 8 minuutjes? Ja, even rustig aan. Ga ik even rustig ook van mijn appelsapje genieten. Ja. Want op zich, we zijn al aardig op weg. Toch mogen wij een timer voor 8 minuutjes dan. Hé, hey, de mystery box. Ja, hij is er weer. De mystery box nummer 6. Mystery box 6. Daar kun je net 8 minuten. Ja, ga jij bellen? Ja, ik heb hier de bel. Ja, en je kan kans maken. Kies keurig met een heel slecht winnen. Helemaal goed. Mystery box 6. Ja. Fantastisch. Beukenhorst. Ja, dat is ons koffiemerk hier op werk. Maar ik weet niet of dat er ook in zit. Het is geen koffie. Nee, het kan ook gewoon een lege doos zijn die aan staat. Ze hebben een doos gepakt om het in te pakken, neem ik aan. Of helemaal fantastisch. Of het is wel koffie. Of het is wel koffie, ik weet het eigenlijk niet. Maar dan hebben ze het slecht gedaan. Het is redelijk goed verpakt. Dit is echt een mystery box. Ja. Het is geen Beukhorst koffie. Nee, het is geen koffie, hoop ik, denk ik. Weet ik veel. Mystery box 6. Denk ik niet. Kieskeurig.nl/winnen. 6 winnen. Vul het formulier in. En maak kans. Maak kans op deze mystery box 6 inderdaad. Ja, mystery box nummer 6. Hey, over cijfers gesproken, Jelle. Cijfers gesproken. Ik wil eens weten, kunnen de kijkers onze cijfer geven hoe we het doen? Op een schaal van 1 tot 10? Ja, dat kan. Wat voor cijfers zou je ons geven? Ja. Ik ben wel benieuwd, wat voor cijfers er dan voorbij zijn. Mystery box 666. Ja. Helemaal goed. Dus je hebt nog 7 minuten om de mystery box te winnen. Ja. We weten niet wat erin zit. Dat is we winnen. Geef ons even een cijfer. Ik zie een 12, ik zie een 11. We gaan tot 10, hè? Ja, nee, we gaan tot 10. Als je gewoon mystery box of 10 hebt ingevuld, Jan van Kamp is wat minder enthousiast. 10 minuten, maar dat is toch een 10. Magic Bus Live. 9,295. Ja, top. Karin Bartel geeft een 10. Nanette Beef. Allemaal 10. Bielefield 9, als ik iets win, een 10. Ja. Tamara aan 1, maar ja, weet je, Tamara, dan win je ook niks. Dus dat is jammer. Lekker bezig, man, een nieuwe carrière. Misschien, wie weet. Ja, dit is al onze carrière, weet je. We zijn nog niet in te huren, maar mocht je dat willen, dan... Michelle, heb je ook een appelsapje? Michelle heeft ook een appelsapje. Michelle, proost. Proost, Michelle. Proost. Mijn appelsap is alweer op. Lekker hoor. Zou erin zitten een konijn voor in de hoed? Dat zou kunnen, Ineke. Even kijken. Een 10 voor ons. Een 8. Het zijn wisselende cijfers, maar ze zijn allemaal wel voldoende. Daar ben ik blij mee. Ik ga je even alleen laten, Kevin. Mag wel, hè? Nikki Alize, slijmballen. Ik geef 9. Monique Weber, meneer Hoed, 9. En meneer Zonder Hoed ook een 9. Dankjewel. Roos Piek een 10, Hanna Kagenaar een 10, Wilma Heusels een 10, jongens, hartstikke bedankt. Peter geeft een 78, dat is ook leuk. Femke Wesselius. Ah, Femke. Die wil nog winnen, ja, dat snap ik. Dat kan nog, we geven elke 10 minuten de prijs weg. We hebben er nog een paar te gaan, maar we hebben dit al allemaal weggegeven. Dit hebben we allemaal gemist, maar we hebben nog meer prijzen. Een 10 plus. Petra Wolf is nu wel heel nieuwsgierig. Ja, dit is dus een mystery box. Je hebt nog 5,5 minuten kans om hem te winnen.
Wij weten niet wat erin zit. Jullie dus ook niet. We gaan straks een winnaar bekendmaken. En dan onthullen we ook wat de inhoud is. Wat je hebt gewonnen. Ja, het kan een steltank zijn, een koffieapparaat. Het kan een, misschien wel een nieuwe Tesla. We weten het niet. Dat kan van alles zijn. Dat is de Mystery Box. Mystery Box 6. Kieskeurig.nl/winnen. En je maakt kans. En je maakt ook nog kans op een van de twee tv's die we weggeven. Eentje van Sony en eentje van Samsung. Daarvoor kan je naar kieskeurig.nl/mysterybox gaan om kans te maken. Ondertussen krijgen we nog steeds cijfers binnen. Een Duitse 1. Ik hoop dat dat dan een 10 is of wat dan ook. Of maar een 10 voor de enthousiasme en de humor, dankjewel. Hebben jullie last van je stembanden, Petra Wolf? Petra Wolf, ik moet eerlijk zeggen, ik begin een beetje wel de max te bereiken. Maar we gaan nog door tot we alle prijzen hebben weggegeven. Richard van Elburg, toch de koelkast alweer. Ja, we hebben hier, er kan zomaar een koelkast in zitten, we weten het niet. Michel Brandt, ga naar kieskeurig.nl/winnen. Zolang deze timer loopt in beeld, heb je kans op deze prijs. Mystery Box 6 is het. Wij weten niet wat erin zit. Ik weet niet wat erin zit. We onthullen hem wanneer de winnaar bekend is. Gezellig jongens. Blijf lekker zitten. We hebben nog een paar prijzen die gaan we weggeven. Twee tv's gaan we weggeven. Mocht je nou geen deal gescoord hebben of geen prijs gescoord hebben in deze uitzending. Ga vooral naar kieskeurig.nl/prijsdalers. Want daar staan nog heel veel meer deals. Fred, vandaag een nieuw record bevestigd. 7 uur livestream kijken. Fred. That makes two of us. Ik heb vandaag mijn record gevestigd, 7 uur lang streamen. Überhaupt de eerste keer. Dit is mijn eerste keer streamen trouwens, jongens. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit iets gepresenteerd, dus ik hoop dat het goed gaat. Petra Wolf, gaan jullie... gaat goed. Petra Wolf, gaan jullie nog ergens bekendmaken wie welke prijs gewonnen heeft. Petra, we geven elke prijs geven direct na de timer is afgelopen, geven we weg wie gewonnen heeft. En dan sturen we diegene een mailtje. Dus Petra, doe mee. Kieskeurig.nl/winnen. Jelle, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Oh. Glaspauze? Ja, ik bedoel vanaf 11 uur ochtends. Even de Facebook. We hebben dus de Facebook hier. Oh, dit is een Facebook chat, hè? Ja. Sylvia Bakker, geweldig. Ik vind dat jullie het super doen. Nou, dankjewel Sylvia. Jurgen Stap, ik heb gewonnen. En nu, Jurgen, als je gewonnen hebt, dan krijg je binnenkort een mailtje van ons. We zijn nu druk met de livestream, maar van de volgende week zal je gecontact worden. Ja, zeker. Ja. We houden gewoon bij wie wat gewonnen heeft. En nou, je hebt natuurlijk je gegevens achtergelaten. Ja, Barbara van der Marel, erg leuk dit. Morgen weer een dikke 10. Ja, wie weet. Nee, morgen niet. Morgen ben ik vrij. Ja, ik ook. Zondag ook. Zondag ook. Ben je zondag ook vrij? Ja, nee niet. Ja, ook. Kom je ook zonder Tamara hier. Van der Horst, complimenten. Heer en team, dankjewel Tamara. We hebben hard gewerkt om jullie al deze prijzen te geven. Ja, ja. We gaan nog heel even door. We hebben nog een paar laatste prijzen voor jullie. Ja. Onder andere deze Mystery Box. Je hebt nog 2 minuten om hem te winnen. Ja. Hebben jullie een linkje van hoe je de tv kan winnen? Ga naar kieskeurig.nl/mysterybox. Misschien kunnen we gewoon even in beeld zetten. Ja. Ja, kijk. De Sony en de Samsung van plattetv.nl is de Samsung en de Sony van Sony zelf. Ja. Heel tof. Heel erg bedankt voor deze prijzen. Weggeven, je kan ze winnen, kieskeurig.nl/mysterybox. Ja, en dat kan dus de hele tijd. Nu hopen dat het niet zo'n Sinterklaas-surprise is, met een doos en een doos en een doos en een doos. Ja, nee, wij weten het ook Het is niet. Al een doos en een doos, ja. Dus het zou best kunnen. Ja. Mysterybox 6, hij kan van jou zijn. Hij kan van jou zijn. De inhoud, wij weten het niet. Ik heb geen idee, ik ben benieuwd. Even kijken. Ik weet niet of er nog nieuwe kijkers zijn, maar welkom. Wij geven welkom. Elke 10 minuten een prijs weg. Elke 10 minuten kan je kans maken op die prijs. Ja, en vandaag hebben we dit allemaal al weggegeven. We hebben dit al weggegeven. Prijzen aan. Maar er komt nog genoeg aan. De link voor het winnen van de tv's is nu ook weer even in de chat gezet. Dus dat is goed. Door Michelle. Michelle is lekker bezig. Ja. Bezig Michelle. Die heeft ook appsapje gekregen, dus dat is top. Ondertussen hebben we nog... Een minuutje, meer dan een minuutje. Een minuutje? Oh. Ja, dan wil jij iets te knabbelen hebben. Ja, dat wil ik. We gaan gewoon iets te knabbelen hebben. Dit is een goede vrijdagavond, hè? Ja. Het is nog geen avond, hoe laat is het eigenlijk? Het is bijna half zes. Ik heb zelf ook wat te knabbelen erbij. Bijna half zes. Het is een lange dag. Playing random games? Ja, nee, je bent niet nieuw. Jij kijkt al sinds vanmorgen. Ik heb je wel door, Alex. Ja. Playing random games ook. Die heeft nog gestofzuigd en... Ja, die heeft nog gestofgezuigd. Gestofgezuigd en met je oortjes in. Nog 5 seconden. Wijntje mag best wel nu. Ja, Jorinde vind ik ook. Neem lekker een wijntje erbij. Ja. Of een appelsapje ja. Of een cola. Hebben wij nog appelsap? Wil je appelsap? Is er nog appelsap? Echt? Oh, dat is wel lekker. Met of zonder schuim?
Noem maar met appelsap met schuim. Appelsap met schuim. Nog 30 seconden voor de mystery box. Nu is het ook nummer 6. Jullie vinden een groot publiek. Ik ga het weekend in. Geniet van de knabbels en tot Black Friday volgend jaar. Dankjewel Richard. We waarderen het heel erg. Jelle van der Palve wordt zich elke aangesproken, dat snap ik. Goeie naam ook, hè? Hebben we nog Kevins in de chat? Hebben we nog Kevins in de chat? Wel heel veel. Ik heb al best willen een paar. Willen alle Jelles en Kevins even hooi zeggen? Dat is geniet, maar drink met mate, zeker. Fijn dat onze baas nog even insprong. Nog 6 seconden, dan gaan we. 4, 3, 2, 1. Daar is de bel, ja. Goed, dat was hem weer. Ja, dat was hem weer. Maar, voordat onze machine de winnaar gaat bekendmaken. Ja. Volgens mij is het weer een deal alert. Een deal alert, wat is een deal alert, Kevin? Vertel een deal alert is gewoon een commercial. Een commercialtje, ja kort. Om te kijken wat er in de aanbieding is vandaag, ja. Dus ben benieuwd. Zoek jij de ideale was-droog combinatie? Dan is deze Siemens aanbieding van de Mediamarkt wat voor jou. Dankzij de extra grote trommel van deze Siemens wasmachine vul je hem makkelijk. Tot wel 9 kilo wasgoed. De bijpassende Siemens warmtepompdroger kan ook 9 kilo aan en droogt je was snel en energiezuinig. De ingebouwde sensorgestuurde autodry technologie voorkomt dat jouw wasgoed krimpt. We zijn alweer live. Ondertussen hebben we ook een winnaar voor de mystery box. En we hebben weer een appelsap. En dat is toevallig. Hebben we de volledige naam nog een keer? We hebben hem even gemist. Even kijken. Kevin Rupert. Dat ben ik niet. Uit Almelo. Er komt Koola vandaag. Almelo. Kevin, we gaan nu bekendmaken wat heb je gewonnen. Wacht, deze doos kan natuurlijk gewoon uit. Zou het koffie zijn? Ik zou het koffie. Kijk, deze gaat eruit. Ja. Nou, Kevin. Oh, nou die zit met de kerst goed gebakken, hè? Ja. Maar. Kijk eens even. Jongen. En frituur. Jij bent een frituur. Lekker, Kevin. Lekker. Een tevel frituur, wat kan hij allemaal? Hij kan frituren. Hij kan zelfs patat frituren, bitterballen, kroketten, kaassoeflees, gooi er maar in. Loempia's. Hou je kat er wel buiten. Want hou je kat niet in? Ja. Nee. Oh, nou, Kevin, oliebollen voor de oud en nieuw. Oliebollen voor oud en nieuw. Ja, lekker. Dat is dus Kevin. Die komt naar jou. Gefeliciteerd. Heel erg gefeliciteerd. Even kijken. Oh, die kan nergens meer, joh. Volgens mij hebben we nog wat ijsjeskaart die we weg moeten geven. Is het zo? Hebben we nog een paar? Of we hebben er 6 weggegeven, hè? Ja. Hebben we er nog 4. Echt waar? Ja, dan doen we dat toch even snel. Ijsjeskaarten. Voordat we naar de laatste grote prijzen gaan. Zullen we die nu even doorheen jassen? Ja, dat is goed. Doen we dat. Ik ben helemaal eens met jou. Willen jullie ijsjeskaarten winnen nu? Ja of nee? Ja, want we moeten het toch midden. Dus laten we het nu even doen. Ze moeten weg. Ik ga ze zelf niet meenemen. Dat zou raar zijn. Nee. Nou, daar staat toch? iTunes-kaarten te gebruiken. In de App Store. Om een app te kopen. Muziek te kopen, films te kopen. Kan je boeken kopen? Of niet? Boeken, Apple? Ja, kan ook. Ja, boeken? Ja, kan ook. Volgens mij kan je het inwisselen tegen producten van Apple, of niet? Nee, dat niet. Alleen digitale producten. Ik vind het jammer dat we die bon niet hebben. Zullen we even een nieuwe maken? We maken even snel een nieuwe bon. We gaan een bon maken. Zet de timer vast op 2 minuten. We gaan even een bon maken. Professioneel. Waar is die? Oh hier, pennetje. We zijn goed voorbereid. Oké. 3 keer. Ja, 3 bonnen. Nee, 4. We hebben 4 bonnen. Oh ja. We hebben 2 keer 3 weggegeven, toch? Ja. Ja. Hm? 4 keer dus. 4 bonnen. Ik zal hem even laten zien, dames en heren. Even weg. Dit kunnen we winnen. Ik had er eerst 3 opgeschreven, maar het zijn er dus 4. 4 keer. En dan doen we 2 minuutjes, geloof ik, hè? Ja, ja, start hem anders maar. Gaan we starten? 2, 1. Moeten we hem even... Ja. Hij is gestart. Ja, je hebt nu tijd... Kom, we gaan weer even... Oh, gaan we dichtbij? Ja, we gaan dichtbij, vind ik spannend. Dat is niet groter. Je hebt nu tijd om 4 keer... deze hele mooie bon te winnen. iTunes giftcard van 10 euro. Ja, en die kun je dus niet alleen... niet alleen aan muziek uitgeven, maar ook aan films, aan boeken, aan apps, spelletjes op je Mac, op je iPod, iPhone, binnen iPad. We gaan 4 mensen blij maken met een iTunes-kaart van 10 euro. Ja. Kijk eens, dit is mooi. Fantastisch. Dit is heel legit. Ja. Je krijgt de deal, krijg je, de code krijg je opgestuurd, heb ik het idee. Ja, via de mail. Ja, zeker. Je krijgt de code opgestuurd.
Foto's gemaakt, dus je moet even een beetje doen alsof je het leuk vindt. Kiesquare.nl/winnen. Je hebt nog 1 minuut en 10 seconden. 1 minuut en 15 seconden, 14, 13. Om te winnen. Ik ga even zitten. Ja, ik vind het zit niet lekker. Nee, maar het is wel leuk. Snap het wel. Ja. iTunes giftcard, 10 euro. Ja, 10 euro aan appelsap. Heel goed. Dat klopt. Neem nog een beetje appelsap. Kijk eens, ik zet even mijn airfryer aan voor een frietje. Ja, zo'n frituur, daar krijg je honger van natuurlijk. Ja, ja. Patat is nooit iemand zat. Nee, gelukkig niet. Nee. Dichtbij is ook gezelliger. Ja, dat is wel een beetje intiem, hè? Heeft wel wat. Ja. Vier keer. We hebben straks dus vier winnaars die allemaal een... Pas op voor de tafel. We hebben straks dus vier winnaars. Als die nu op close-up zet, zijn we heel dichtbij. Als we straks dus winnaars bekendmaken, zijn er dus vier verschillende winnaars. Oh, dat is dichtbij. Lekker. Zijn er vier verschillende winnaars. Ja, we hebben allemaal vier winnaars voor de iTunes gift card, 10 euro. Je kan hem nu winnen, we zijn een beetje live aan het... Kijk, nu kunnen we jullie pas echt naar deze. Geef mij maar friet, patat hoef ik niet. Nou ja, dan weet je, je kunt er ook friet in gooien. Maar het is wel minder lekker, patat is lekkerder natuurlijk. Precies. Ja, nog 5 seconden. Waar nog is de 5 seconden. Waar is de bel? Daar is de bel. 3, 2, 1. Top. Mooi man. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Vier giftcards, ja. Oeh, deze is lekkerder. Het wordt steeds lekkerder. Perensap. Het is appelperensap. Ja, nou jongens. Steeds lekkerder die appelsapjes. Vier iTunes kaarten. Volgens mij komen ze... Ja, uit Heerenveen hebben we. Heerenveen. Oh, die moeten we ver opsturen, dat mailtje. Ja. Ja. Arthur van der Poel. Arthur van der Poel uit Heerenveen. Gefeliciteerd. Koop een mooie app. Koop een mooie app, de code komt als goed, dus jouw kant op. En de tweede, uit de Ede, tweede. Uit het mooie Ede. Floris Waaldijk! Gefeliciteerd Floris, mailtje komt jouw kant op. Mailtje komt je kant op. Even kijken, dan gaan we de winnaar drie van de vier. Nog twee winnaars, dan komen nog twee winnaars aan. Even kijken. Winnaar drie is Tessa Hoving uit Geldermalsen. Tessa, gefeliciteerd. Dat is bij Tiel, hè? Daar komt Flipje vandaan, van de Jam. Is dat zo? Ja, die komt uit Tiel. Nou, we leren nog wat hier. Even kijken, de vierde. Daar gaan we. De laatste, uit Krimpen aan den IJssel, Engelien Nomen. Gefeliciteerd. Weet je wie er in Krimpen aan den IJssel woont? Nou? Mijn oma. Jouw oma woont in Krimpen aan den IJssel. Die heet geen Engelien. Dus dat die heeft geen Engelien. Nee, die heeft ook geen iPhone dus. Nee. Jongens, ik vond het heel gezellig. Ik ook. We gaan nog even door. We hebben nog een paar prijzen. Oeh, moeten we? Ja, zet ik wel voor mijn stoel weer goed. Wat hebben we nog allemaal? Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Wat hebben we nog? Zullen we de bovenste eerst doen? Want die onderste ziet er leuker uit. Ja. We hebben nog heel veel prijzen. We gaan weer even zitten. Nou Kevin, pak ze zou ik zeggen. Pak ze. Is dit goed, het licht? Weet ik niet. Is het goed jongens? Ja, dat is goed. Het licht weer, we hebben het licht even aangepast. Het ligt in ieder geval niet aan mij. Hebben we nog een... Volgens mij... Een lampje? Toch? Volgens mij hebben we de 10 al gehad, toch? Ja? Ja, weet ik niet, maar kom even tussendoor. Ja, heel erg gehad, joh. Mm-hmm. Wat hebben we allemaal nog? We hebben nog. Als ik het goed zeg, hebben we nog twee prijzen en dan de tv's nog, toch? Ja, we hebben nog twee prijzen en dan de tv's. De tv's worden elk moment weggegeven, jongens. Blijf bizar, kijken. Is, we zitten op schema. Schrijf je nog? Ja, we zitten ook gewoon op schema. Heel snel naar de tv's en dan ga jij de prijs pakken. Ja, ik ga even naar de tv's. Ja, ga jij naar de tv's? Oh, dat kan niet, want die gozer staat hier. Ik moet het snel rennen. Ja. Jelle gaat naar de tv's. Ik pak de volgende prijs alvast. Laten we even de redactie zien. Die tv's worden dus straks weggegeven live in de uitzending. Ik heb er twee. Ik heb ze. Ben ik er al? Ja. Kijk eens. Deze twee tv's worden dus zometeen weggegeven. Daar zijn we de hele dag al mee bezig. Gisteren nacht werd de Mystery Box onthuld. Er staan dus deze twee enorme tv's in. Eentje van Sony en eentje van Samsung via plattetv's.nl. Je kunt ze allebei winnen. Dus er worden twee prijzen weggegeven aan twee verschillende mensen. Hoe doe je hier nou aan mee? Nou, dan ga je naar kieskeurig.nl/mysterybox. Als je daar je gegevens achterlaat, dan kom je in aanmerking voor een van deze twee televisies die we tot tussen nu en 6 uur wel een beetje bekend zullen maken. Tegen het einde van de stream. Maar we gaan eerst nog even twee prijzen weggeven. Kevin? Ja. Schakelen terug. Zet de studio in Hilversum. Ja, we gaan weer terug. We gaan Jelle vervangen door de toppe prijzen die we nog gaan weggeven. Weer een Devolo setje. Wat is dit? Ik heb deze niet op mijn lijst staan. Maar we geven ze wel weg. Wat kan je winnen? Namelijk, dit zijn drie prijzen.
De Powerline Adapter Starter Kit. Kijk eens. Van Devolo. Jelle. Sorry, dat was verlopen. Ja, dit is fantastisch. Dit wil ik. Ik mis die handen. Ja, dat dacht ik al. Ja. Dit werkt natuurlijk een beetje hetzelfde als de andere Devolo sessie die we al hebben weggegeven. Ja. Dus het komt een beetje hetzelfde neer. Ja, het hele kantoor is al naar huis. Wil ik even benadrukken. Dat is waarschijnlijk zeker wel. Wij zijn de hardste werkers vandaag. Ja, de camera staat niet staat een beetje aan die kant. Hier zitten nog een man. We hebben ons eigen team nog wat heel hard meewerkt. Maar de rest is gewoon lekker naar huis. Met zo'n tv aan de muur krijg je een jaloerse buur. Nee, precies. Ja. Goede start, goed begin. Ja. We zitten er nog hoor. Lekker bezig, Daphne. Top Daphne bezig. Zit er nog. Ja, gelukkig maar. Nee, we hebben iedereen die hier zit met kieskeurig.nl. Ja, die zijn gelukkig. Allemaal hard gewerkt. Maar goed, we hebben drie minuten. We hebben drie prijzen. Ik ga het even zeggen. Nee, sommige mensen zitten hier al vanaf 12 uur 's nachts, hè? Ja, dat is te waar. Te werken. Is het zo? Ja, ja. Wie dan? Café. Ja, dat weet ik niet helemaal ook. Die slapen denk ik niet. Maar er zitten hier mensen te werken vanaf 12 uur 's nachts. Ja, er zijn ook al mensen. Dus even een 's ochtends en zo, dat vind ik ook wel heftig. Even, ja, ik wil toch even gezegd hebben, want het is echt een harde dag voor ons. Dat is zeker. Ja. Maar Henny zegt, jullie zien er net zo fris en enthousiast uit als in het begin. Gelukkig. Henny, dankjewel. Jij ziet er ook nog net zo goed uit. Jouw blauwe poppetje ziet er ook net zo fris uit als het begin van deze dag. Goed, dit is de ene laatste die we weggegeven. Volgens mij wel. Er komen er nog twee. Ja. Waarvan dit de ene laatste is. En daarna komen natuurlijk de tv's nog. Dus eigenlijk is het de derde laatste. Ja, derde laatste. De tweede laatste. Ja. Weet niet, precies. In ieder geval, we gaan de timer starten. We gaan de timer starten. Ik heb geen geduld meer. We gaan hem lekker op 3 minuten zetten. Drie minuten. Timer voor 3 minuten. 3 minuten. Dames en heren. 3 minuten. Kijken of we die kunnen krijgen. Kan dit? Is het technisch mogelijk? Misschien. Oh, we hebben 10 minuten. Nee, halen we dat. 1 minuut 30, dat is een beetje snel. Ja, 1. Ja, oh. Ja, dit is goed genoeg. Ja, bijna. Oké, 3 minuten, jongens. 3 minuten. 3, 2, 1. Hop. 3 minuten 5. Hoppakeetje. Jullie kunnen winnen. Een Devolo Powerline LAN adapter. Ja. Waarmee je gewoon lekker snel kunt internetten. Ja. Hoe werkt het, Jelle? Het werkt, als je wat langer kijkt, dan hebben we het verhaal van deze setje al een beetje uitgelegd. Dat is weer iets anders, toch niet? Nou, het werkt een beetje hetzelfde. Het komt een beetje hetzelfde neer. Ja. Wat hij doet, is dat je een van de twee... je krijgt hier twee kastjes bij. Eén van de twee die hang je aan je internetkastje, aan je internetrouter, je modem, wat je wil noemen. Die hang je daaraan. De andere hang je op een andere plek in je huis waar je internet wat minder goed is. En dan versterkt hij het signaal op de plek waar het wat minder goed is. Ja. Dus je hebt er twee. En dan kan je een plek kiezen, bijvoorbeeld op de zolder, in de kelder, ergens in een kamer waar wat minder bereik komt. Daar kan je dat... Wil je Ortee vragen, wil je please even naar mijn kinderen Sverre en Veerle zwaaien? Dag Sverre en Veerle! Doei! Doei. Dag Sverre en Veerle! Dag hoor! Ik denk dat ze zei dag, dus zwaaien. Hallo! Kijk eens. Welkom! Fantastisch! Bij een van deze drie dingen kun je dus winnen. Ja. We kiezen straks weer 3 winnaars uit over 2 minuutjes. We gaan snel heen. Ja. En terwijl we toch nog bezig zijn, nam ik even een slokje af. Sylvia Bakker zegt, we doen het nog steeds prachtig. Anita Roefsma, ik ben niet kieskeurig, maar een tv winnen, dat zou toch wel geweldig zijn. Dat klopt. Ja, ons team is trots op ons, Kevin, zie je? Ons team kieskeurig is trots op Kevin. Ja, hij is ook trots op jullie, hoor. Iedereen werkt nu hartstikke hard aan Michelle, om deze prijzen weg te geven. Ja, fantastisch. En ook in de voorbereiding hebben we heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Jacco zegt dat hij helemaal niks wint. Ja, Jacco, moet je beter je best doen. Jacco, er is nog kans. Ja. Er is nog kans. Ja. Geef je niet op. Even kijken. Even kijken. Is dit thuis netwerk via stroom? Dit is inderdaad. Dit maakt een netwerk aan via stroomverbinding. Dus inderdaad, je stopt een van de twee in je stopcontact. Ja. En dan via de stroomkabels in je huis stuurt hij het signaal naar het andere, adaptertje toe. Dus inderdaad, zo werkt het. Ja. Even kijken. Jean Bolle. Hoe ga ik het mooi zeggen? Jean Bolle. Kieskeurig, jullie maken het heel speciaal. Heel speciaal. Dank je wel. Ik word heel speciaal behandeld hier ook. Karin Barto, jippie, wat gezellig. Jippie de pippie. Marinda van der Kraak zegt, geen geluk met winnen, maar ik ben gelukkig in de liefde. Aha, dat is het belangrijkste. Ja, dat is echt het belangrijkste. Regina Margareta zegt, laatste half uurtje. Misschien zei ik die naam iets fancier dan dat hij normaal is. Kirsten Hulsman zegt, jullie zijn vast toe aan weekend. Dat klopt, daar ben ik al een paar dagen. Als je stofzuiger in de Devolo stopt, heb je internet op je stofzuiger. Ik denk dat het zo werkt. Misschien. Ja, je misschien zou dit wel allemaal kunnen. Tuurlijk, doe gewoon proberen. Jongens, nog 25 seconden voor de ene laatste prijs. We gaan jou nog één ding weggeven en dan gaan we door naar de Mystery Box. En dat waren natuurlijk die tv's. Wie heeft dit bedacht, die verdient ook een pluim. Dat weet ik niet. Dat was jij toch? Ik heb dit bedacht met Maarten. Maarten. Met wie nog meer? Weet ik niet. Ja, ik en Maarten eigenlijk. Ja, Maarten is ook goed bezig. Shout-out naar Maarten. Ja. Nog 6 seconden, 5 seconden. Wie hebt de bel? 3, 2, 1. Zo. We zijn er. Fantastisch. We zijn er. We hebben drie winnaars, als het goed is straks. Die zo mooi de Devolo setje thuis krijgen om hun internet te fixen.
Jean Bolin is prima uitgesproken, hele kunststop. Nou, ik ben blij, Jean. Jean Bolin. Volgens mij praten jullie in je slaap gewoon door. Ik denk, klopt. Ik denk het wel. Ik ga vanavond in mijn bed nog zeggen, ga naar kieschirurg.nl slash winnen om kans te maken op deze prijs. Ja, precies. We zijn een topduo, Kevin en Jero. Winnaar 1 uit Anna Palona. Oh, kijk eens. Jack Tibi. Jack Tibi, jij wint één van deze Tefolo Powerline. Die gaat naar jou toe. Powerline Land. Ja, helemaal goed. Die gaan in de kast. Die gaat naar jou toe. Die gaat daar. Helemaal naar Anna Palona. Helemaal daarin. Dan gaan we, de tweede winnaar komt uit Groningen. En dat is Attila Hulsebos. Attila Hulsebos. Hulde. Die gaat richting Groningen. Ja. Rult en rij hoor, dat Groningen. Even kijken. Oh, dat ging goed. Maar dit is er nog. En de derde winnaar uit Roosendaal, dat is helemaal de andere kant van het land, is Judith Flanser. Judith Flanser, gefeliciteerd. Gefeliciteerd jongens, helemaal goed. Top gedaan. Dan kan je lekker delen met Michelle Flanser. Dan kan je delen met Michelle Flanser. Ja, zeker. Ja, die hebben ook voorbij gekomen. Die is familie denk ik. Helemaal goed. We gaan even kijken hoe laat. We hebben nog 20 minuutjes voor nog één prijs. Wat gaan we nog weggeven vanavond? Laat het zien. We hebben nog twee hele toffe prijzen. Ja. Namelijk een tv van Sony. Kan mijn laptop even op beeld? Een tv van Sony. De linker. Een tv van Samsung geven we nog weg. Kunnen we nog even zien waar die staat op de redactie? Ja, we kunnen nog even laten zien. Ja, daar staan ze onder in beeld. Ik denk ze klaar voor je. Ze staan er helemaal klaar voor. We gaan straks even halen. Ja, dat gaan we zeker. Maar hoeveel prijzen hebben we nog? We hebben er volgens mij nog één, toch? Ik zie je, volgens mij hebben we daar nog meer, of niet? Gaan we nog meer weggeven? Gaan we nog tas en statieven weggeven, of niet? Kan. Zullen we het één keer nog doen? Even snel? We kunnen nog eentje tussendoor. We hebben nog wat cameratas en statieven. Oh ja, maar dat is goed. Ja. Zullen we dan gewoon even snel, even binnen twee minuutjes doen, even snel een tagactie? Hoeveel hebben we er? Kunnen we drie winnaars kiezen of zo, vier? Kunnen we twee winnaars kiezen, of niet? We hebben drie winnaars. We kunnen drie winnaars. Ja, dat is goed. Dan doen we even snel. Mogen we een timer voor anderhalve minuut of zo? Ja, we doen een bliksemaanbieding, jongens. Een bliksemaanbieding. Ik doe maar wat. Gaan we taggen. Voor drie mensen hebben we nog een cameratas en een statief. Een setje. Ja. Je krijgt hem samen bij elkaar. Die wel. Nee, het zijn er volgens mij deze drie apart. Zijn deze drie apart? Nee. Deze kunnen samen. Die kunnen samen. Dit kunnen setjes worden. Ja, dat is goed. Dit zijn setjes. Een cameratas en een statief bij elkaar. Jij kan het winnen. We geven het aan drie verschillende mensen weg. Of vier? Of vijf? We kunnen het... Ja, zullen we vijf doen? We kunnen het aan vijf verschillende mensen weggeven, toch? We hebben er genoeg. Oké. We hebben genoeg van deze dingen hier liggen schijnbaar. Dus we kunnen... We hebben er nog maar... Hoeveel hebben we er weggegeven? Vier. We hebben er vier setjes, toch? Vier setjes weggegeven. Ja. Hoeveel hebben we er dan nog? Dat denk jij. Meer dan vier. Meer dan vier. Oké. Zijn dat er vijf? Vijf setjes. Oké. We kunnen nog vijf keer een setje weggeven. Dat is één cameratas tas met een statief erbij. Wacht even. Loopt de timer nu al? Oh, de timer loopt al. We gaan hem vijf keer weggeven. We gaan snel naar kieschirurg.nl. / winnen. Zullen we een klein beetje erop gooien op de timer? Kan dat? We gooien iets op de timer, want het ging allemaal heel snel natuurlijk. Ging wel een beetje snel. Even een minuutje erop of zo. Ja, hier hebben we nog meer. Nog een paar seconden. Nog een paar tientjes seconden. Een tientje? Oh, prima. Ja, en go. Ja, we zijn begonnen. Kieskirk.nl / winnen. We gaan vijf winnaars uitkiezen. Die winnen allemaal een setje. Dus dat is een tas en een setje. En een... Ja, die kunnen we winnen nog. Nou, top. Ja, Hanna Kagenaar zegt, bliksemaanbieding, cameratas, wou voor bekennen, ik doe mee. Nou, top. Suus Winters zegt, heren zijn jullie het helemaal gaar na zo'n lange dag? Ja, Suus, zeker. We zijn gaar. Zeker, maar ik heb maar we gaan voor je door. Dus, weet je, het is allemaal goed. Sultan San zegt, jammer dat de tijd bij kwam. Ja, klopt. Iedereen kan meedoen. Iedereen kan meedoen. Helemaal goed. Jannie van der Pol, dit wil ik heel graag. Wie weet. Helemaal goed. Ik knabbel er nog op. Als hobbyfotograaf kan ik dit goed gebruiken. Nou, dat vind ik wel. Zo'n ster, hè? Die sterretjes eigenlijk. Ja. Kijk eens. In setjes van twee nog 39 seconden, zie ik. Michel Breuker zegt, ideaal voor fotoshoots. Zeker. Jolanda de Leeuw wil hem ook wel graag. Lekker Jolanda. Ja. En als je kijkt, geef vooral een duimpje omhoog op Facebook, YouTube. Op de video. Abonneer op ons YouTube-kanaal. Ja, we hebben allemaal leuke filmpjes. Ja. Allemaal handige tips. Dan zul je Jelle wel eens voorbij zien komen. Ook nog. Ja, die wil dat ik kom er volgens mij maar één keer voorbij. Echt waar? Ja, ik heb één filmpje. Dat is jammer. Die moet je maar een beetje zoeken. Ja. Mooie tas. Nou, Astrid, zeker een mooie tas. Ja. En die kun je winnen. Met een statief. Maar we zijn nog niet klaar, hè? We gaan hierna nog één toffe prijs weggeven. En we hebben nog twee toffe. Even kijken. Kijk eens aan. Ja, dat zijn mooie dingen. Zere duimen van de duimen van Jolie van Pol, snap ik. Volgens mij zijn we wel door de tijd heen. Ja, ik denk het wel. Ik vind het door de tijd heen. Ik vind het goed hoor. Oké, we hebben vijf winnaars gaan we uitkiezen. We gaan vijf winnaars komen. Gaan we er snel doorheen doen? Ja, we gaan heel snel doorheen. We gaan er snel door de winnaars heen. Dus even kijken. Wie hebben we allemaal als winnaars? Er komen er weer een paar.
Gewoon de eerste, je wint dus en een tas en een statief. Ja. Als je nu wint. Even kijken, gaan we even op ons scherm. Komen ze voorbij als het goed is. Spannend, heel graag. Het wordt spannend. Een tromgeroffeltje komt hier. De winnaar 1 komt uit Eindhoven. Dat is Tosja Gommers. Tosja, gefeliciteerd. Jouw camera wordt verwend met een tas en een statief. Helemaal goed. Die komt jouw kant op. We hebben nog een setje. Nog een setje. Marielle Hartman uit Maastricht. Marielle Hartman. Hey! Woe! Uit Maastricht. Ik sta tief van de spanning. Kijk, ik sta tief van de spanning. Die vind ik winnaar mooi. Winnaar 3 uit Lisanne van de Rode Kuik. Lisanne van de Rode uit Kuik. Ja hoor. Gefeliciteerd Lisanne. Winnaar 4. We gaan lekker door. De Kuik is bij Nijmegen. Oprah is dit een beetje. Oprah. Ja. Maria, kijk, Lisanne heeft uit Kuik. Ja. Nou, kijk, zeg er nog meer. De machine loopt een beetje vast. Nee, geen idee. Ik zal een beetje aan denken. Ja, het is een oude machine. Uit Ulft. Anita Epping. Anita Epping, gefeliciteerd. Een tas en een statief komen jouw kant. Winnaar 5 uit Nunum. Ruud Teunissen. Ruudje Teunissen. Ja, lekker Ruud. Jullie winnen allemaal een tas. En een statief. En een statief. Maar moet je niet. Die ga ik niet gooien. Nee. Die winnen jullie allemaal. Allemaal eentje. Even goed. Lekker bezig, Michelle. Vind ik ook. Lekker bezig, Michelle. Ja, zeker. Het team achter ons. Janno, Michelle, Mark. Nee. Iedereen is hard bezig. We hebben Stefan achter de techniek. Heel plezier ermee. Ah, leuk. Sportief, jongens. Echt top. Echt leuk. Ja. Hebben we nog één ding? We hebben nog één prijs en dan komen de tv's. Hoe kan je die tv's winnen? Je kan nog meedoen. Je kunt nog meedoen. Laten we even de link zien. We gaan het nog even laten zien. Je schrijf je nu in op kieskeurig.nl als mysterybox en win een Sony tv. Of een Samsung QLED tv. Ja. Van platte tv. Ja, en de Sony tv komt van Sony. Dus bedankt ook. Sony. Echt bedankt. Echt heel tof, jongen. Die gaan we straks bekendmaken. Ja. We gaan nu nog één prijs doen. Zal ik hem voor de verandering eens pakken? Nee, we hebben ook nog een keer gehad. Ja, ik pak hem even. Ja. Ja, dat weet ik. Okay. Dat zei ik net, Maarten. Ja. Nou, alvast een timertje van 3 minuten klaarzetten, denk ik dan. Ja, doe maar een timertje van 3 minuten klaarzetten. Jelle, wij hebben hier. Beginnen we even met de tijd en dan ga ik uitleggen wat het is. We kunnen de allerlaatste prijs winnen. Beginnen we met de tijd? 3 minuten. All right, dan 5 minuutjes. 3, 2, iets meer dan 3. Ja, 3:20. Goed, doe maar. Ja, go. 3, 2, 1. Hoppa, en, hij loopt. Kies nu met zes winnen. Jij kan winnen. Van Teuvel Radio. 360. Jelle, waarom heet hij 360? Dat weet ik niet, maar ik denk omdat hij 360 helemaal rondom geluid geeft. Precies, hij heeft uitmuntend 360 graden geluid. Dat overal goed klinkt. Met internetradio, Bluetooth en Spotify Connect. Kun je er allemaal op aansluiten. Fantastisch. En je kan hem zelfs op je powerbank laten draaien. Echt waar? Ja, je kan je powerbank op aansluiten. En dan doet hij het ook. Oh, wat goed. Dat is wel handig als je onderweg bent. Dus even kijken of die... Radio 360. Oh ja, hij kan open zonder dat ik het plastic kapot internet, maak. Radio, Bluetooth en Spotify. En je mooie, kan mooie radio. Ik zal hem even laten zien. Kiesburg.nl/winnen. De laatste prijs van vandaag. Ja. Dit is hem. Een mooi radiootje. Van, ook van Teufel weer, hè, geloof ik. Ja, ik hoor de champagne ook. Ik ook. Dus, hier, dit is voor als je Bastinali aanspeelt, kan je hier B100. Ja. Dat ook. Ja. Zullen we ondertussen alvast even ruimte maken om straks dit allemaal binnen te draaien? Ja, dus als iemand dit, dus als iemand dit allemaal even vrij kan maken, dan... Goed, nog 2:11 voor deze super vette radio. Ik vind hem heel mooi. 2 minuten. Ja. Kieskeurig.nl/winnen. Nee, zeg maar. Er zit een USB-kabel inderdaad. Er is een AUX ingang in ook. Fantastisch. En hij werkt natuurlijk met Bluetooth. Ja. Dus je kunt hem draadloos al je muziek... Maar nog niet iedereen halen trouwens. Dat doen we zelf wel. Ja, dat doen wij wel. Ja, maar als het hier vrij kan zijn, dan... Maar we zijn ondertussen ook meteen al bezig voor de tv's. Even kijken. Leuk voor de, op de kamer van zo'n lief, zegt Lianne. Nou, dat is zeker waar. Het is een hele mooie. Hij past goed in je huis, denk ik. Het is een mooie. We moeten nog heel even wat andere dingen weg. Ja, dat is helemaal goed. Oké. Okay. Even kijken. Oh, staat mooi we gaan hier nou nog één klein dingetje weggeven. Oh, nou, kom maar goed. Ja. Michelle zegt: staat mooi bij de tv die ik ga winnen. Nou, Michelle, dat hoop ik dan. Nog 1:20 voor deze mooie radio van Teufel. Ik zou deze best willen winnen, moet ik zeggen. Zou hem met de staafmixer? Hij kan over 1 minuut voor jou zijn. Over één, dan moet ik eerst invullen. Ja. Even snel gaan. Ja. Nou, neem nog een beetje appelsap. Ja. Ook voor de radio. Ja, wij zitten hier dus al 7 uur te livestreamen. Ik vind dat wel lang. Achter elkaar, het voelt niet als 7 uur. Nee, het voelt niet 7 uur. Voelt niet. Hij heeft ook gewoon echt radio. Maar lichamelijk wel. Ja, lichamelijk. Er gaat zeker een mooi geluid uitkomen. Ja, denk ik nee, wel. Nee. Die willen we is een DHB Plus radio? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Kunnen we dat even opzoeken of deze radio maken. Ook DHB Plus heeft? Volgens mij is het gewoon een FM radio. Maar kun je er wel gewoon audio naartoe streamen via Bluetooth. Dus als jij, stel je hebt een radio op je telefoon, dan kan dat wel natuurlijk gewoon.
Duivelsgoed, kijk eens. Tegenwoordig nog radio's? Ja, zeker, als het een mooi is. Hij is draadloos met Bluetooth, dus je kunt er gewoon je muziek naartoe streamen. Ja. Nog 25 seconden voor een van de laatste prijzen van de dag. Spannend. Michelle zit er weer bij. Ruud, Paula. Volgens mij zeggen jullie nog hierna even niets meer. Dat denk ik ook niet. Ja. Maar weet je, dat is ook niet Bert Arendsen. Dan ga ik gewoon lekker naar bed. Ja. Hij heeft DHB plus. Hij heeft DHB plus, heb ik gehoord. Suus Winters, 6 uur gekeken zonder resultaat. Suus, wie weet, misschien win je nog een tv. Kijk eens. En we zijn klaar. De laatste. De ene laatste. Ja, er komt nog iets kleins aan. Ja, we hoorden net dat er nog wat was. Dus we moeten nog iets weg. Even kijken. Ik heb gewoon een prijs gewonnen. Oh, wat heb je gewonnen? Ik ben benieuwd wat je gewonnen hebt. Ja. Even kijken. Dus natte bilmaat van de spanning, zegt Fred. Fred, we hebben allemaal een natte bilstaat. Ja, niet alleen van de spanning. Geweldig. We zitten hier al 7 uur. Kieskeurig is aan het typen. Dat betekent dat er een winnaar bekend wordt zo. Dat is de winnaar van deze prachtige radio. Rex van Leeuwen uit Terneuzen. Rexie. Gefeliciteerd, Rex. Helemaal naar Zeeland, de radio. Deze radio. Komt zo snel mogelijk jouw kant op. Terneuzen. Jelle gaat hem heel netjes inpakken. Ik ga hem heel netjes inpakken. Wat moeten we nog weggeven? Dan gaan we even kijken wat er nog weg te geven is. Wat moeten we nog weggeven? Naar de grote tv's, wat moeten we nog iets weggeven? Kan iemand ons aanwijzen wat we nog weg moeten geven? Kan iemand nog wat moet er nog weg voordat wat we naar de tv's weg gaan? Ik wil het graag. Nog even precies om 6 uur geven we het weg. Geven we de tv's weg. Ja. We hebben nog één cameratastatief over. Oh, dat is okay. Om 6 uur geven we de tv weg en maken we de winnaar bekend. Dus je hebt tot 6 uur om je aan te melden op laat nog even. Laat nog even de link zien. Link kan zien. Nog even de kieskeurig.nl/mysterybox. Ja, schrijf je in en wie weet geven we straks live die tv aan je weg. Ja. Jelle. Ja. Wat gaan we nog weggeven nu? Ik heb geen. Volgens mij hebben we nog een tas en een statief. Nog één setje. Nog één setje, ja. Prima. Doen we die Ik ga ondertussen gewoon, ik schrijf ze alvast naar binnen. Schrijf jij ze alvast naar binnen? Ik heb de radio ingepakt voor Terneuzen. Dus die gaat richting Zeeland straks. Ho. Zullen we, hoe doen we dit Jelle? Zullen we het tafeltje van de kant halen? Dus? Tafeltje kan, ja, dan pak ik wel mijn biertje even af, want dat is belangrijk. Sorry, appsapje even af. Zo. En dan gaan we. En dan zet ik mijn laptop even veilig. Ja, dat is ook handig. We gaan, deze wat gaan we nog hier ook weg dan? We zijn meteen even aan het verbouwen hoor, dames en heren. Even kijken. Deze tv gaat straks weg. Kom, we zetten hem even achter. We doen hem even zo en dan gaan we. Ik denk aan dat we ze 1 voor 1 weggeven. Ja, we geven ze 1 voor 1 weg. We beginnen straks met, ik denk Samsung. Even naar achter. Even kijken. Zo. Kan je die. Zo. Kijk eens. We moeten nog een statief setje weggeven. Mag ik een timer voor 3 minuutjes nog? 3 minuten, een timer van 3 minuten. We geven nog weg. Een setje, een cameratas en een statief. Het team zit nog helemaal klaar om dit weg te geven. Ja, om dit weg te geven. Waar is de timer? Waar is de bel? Nee, we krijgen een timer in beeld. We krijgen een timer. Oké, 3 minuutjes graag. Gaan we dan voor de laatste prijs voordat de tv komt. Ja. Even kijken, even, hij wordt even omhoog geschroefd met zo'n draaiknop, hè? Dat is fantastisch. Wordt er even keuken weg. Ja. Oké, 3. Ja, is goed. Ja. 3, 2, 1. Bam! Je kan nu kans maken op een fotostatief en een fotocameratas. De laatste prijs van vandaag voordat prijs, we de tv... En dan geven we de 2 tv's weg. Als ik de tv win, moet ik een groter huis, zegt Dennis. Ja, dat kan Dennis. Dat snap ik. Ja. Dat is een enorm ding natuurlijk. Ja, Jelle, blijf even staan. Ik blijf staan. Ik ben hier ook... Kan ik deze even zien? TV staat mooi op beeld. Dank je, Inke. We doen ons best. We proberen er zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Kan ik deze wel even zien, Steven? Ja, dit is straks de Sony inderdaad. En dit is de Samsung, maar daar staat ik heel goed op de doos, dus ik denk dat wel duidelijk is. Zullen we even mooi in het shot zetten hier? Ja, dit is mooi. Dan kunnen we hebben de tv's in ieder geval in beeld. Dan hebben we de grote eerst, dan kunnen we ons zien. Even. In ieder geval, ik wil de box wel waar de Sony in staat. Ja, dat zeiden wij ook al, maar die moet helaas terug. Zo wees iets naar achteren. Die moet helaas terug, de Sony. Even kijken. We hebben nog 2,5 minuut en dan win je nog een fototas en een statief. En daarna gaan we de tv's weggeven. Ja. Om precies 6 uur. Om precies 6 uur? Ik vind het wel spannend. Heb jij nog... Moeten we hier naar kijken? Ja, de bovenste is... we hebben nu een... Hey Kevin, heb jij je dingetje nog? Mijn dingetje? Ja, die heb ik. Mijn poppetje, die zit daar. Oh, dat is deze. Ja, die is daar. Zullen we heel even naar deze camera, Stefan? Even kijken.
Nog, oh kijk, daar zijn alle collega's. Even zwaaien, dag collega's. Hey. Gelukkig is het kantoor nog niet zo leeg, dus dat scheelt. Ja, en hier ook heel veel mensen, ja, we zien het allemaal niet, het is heel druk geworden. Voor de hobby die je komend jaar wil oppakken, zou dat statief met fototas ook super zijn, zegt Heidi. Nou Heidi, dan hoop ik dat jij straks misschien al mee naar huis gaat. Nog 1 minuut 20 voor de statief met de cameratas, de laatste, ja. Ja. Even kijken, reet te spannend, zeg Jannie. Ja, zullen we die camera weer pakken, Steven? Ja, nou, hij loopt vast, denk ik. Geef niet. Ja, dit is ook niet heel interessant, hè, om naar te kijken. Nee, we kunnen ervoor gaan zitten. We gaan even hier. Ja, ook bedankt. Kijk, even zo. Oh, ik hoop al de hele dag dat ik de tv win, zegt Bart. Ja, dat zou zomaar kunnen, ik ook, Bart. Maar ja, weet je, dat mag niet. Ik heb ook geen tijd gehad om mezelf in te schrijven, dus... Even kijken, we hebben nog 50 seconden voor de cameratas met de cameratas. Ah, we hebben statief die weer, maar we pakken deze nou achter mij. Ja, ik pak hier dichtbij. Oh, kijk. Geen kleintje tv's, nee, het zijn enorme tv's. Ik ben ongeveer 1,76 meter, dus ik kan er zo wel even achter gaan staan en zie hoe groot die is. Hey, we hebben een hoop prijzen weggegeven hier. Let it be me. Let it be me. Mensen zijn fantastisch. We hebben nog een halve minuut. Mensen stilte op de redactie, plot. Heel gek is dat. Dit gaat dus om de fototas en het statief, dus het is niet de tv. Nee, dat jullie niet de tv. Ja, dit wordt een, dus je mag nog een beetje nogal rumoerig zijn. Ja. Even kijken. Die tv maakt me een hele dag. Alleen de dag. Regina zegt weer spannend. Sylvia Bakker, hallo. Angelica Huiber, super spannend. Marleentje, kom maar naar Rotje Knor. Een Rotje Knor. Kelly Arts, wow. Ook al win ik vandaag niks, toch bedankt voor de flauwe grappen. Twee, één. Hoppakee. Ja, nou, dames en heren, de laatste prijs. Onze laatste prijs, waar gaat die heen? Dus het is nog één statief met een cameratas. Staat hier recht achter mij, in de blauwe doos. Ja. Oh, achter mijn hoofd. Daar staat hij. Ja, pak hem even daar. Een statief en cameratas. Die is de ene laatste. Tamara van der Horst vond het echt een topmiddag. Nou, ik ook. Dik designs, mooi plaatje. Mooi plaatje, dankjewel, Dik. Alvast gefeliciteerd, kijk eens even. Oké. Er komt als goed is een winnaar voor de cameratas en statief, de laatste. Even kijken, nu de hoed nog. De winnaar van de cameratas uit Den Bosch. Uit Den Bosch is Daan van Eindhoven. Gefeliciteerd, Daan. Deze twee komen jouw kant op. Gefeliciteerd, Daan. Dit komt allemaal jouw kant op. Daan van Eindhoven uit Den Bosch. Uit Den Bosch. Dat is goed. Nou, Jelle. Even kijken, de tv's dan. Gaan we dan wel, gaan we er wel even mee staan. Hè? We gaan grote camera. Kan die al of niet? Hoe doen we dit? Hoe doen we dit? We geven om 6 uur de tv's weg. Om 6 uur, dan hebben we nog... Dus we hebben nog drie minuten om... Mensen nog leuke grappen hebben thuis, stuur ze in. Zo, ik ga wel even achter Sony staan. Ja, daar ga ik achter deze We hebben een mooie Sony van PlatteTV.nl, Samsung van PlatteTV.nl. En we hebben een Sony van Sony zelf. Ja. Deze heel erg bedankt. Samsung is 65 inch. Ja. Dat is... 163 centimeter. Astrid Earhart, is er een dokter in de zaal? Zo spannend. Ik weet het ik niet. Ik gun iedereen de tv. Michelle vindt het ook spannend. Ja. Lekker Michelle, ik vind het ook spannend hoor Michelle. Ja. We hebben Michelle achter de schermen, Mark, Janno, we hebben Stefan, Maarten, we hebben heel veel mensen die kunnen we nog één keer anders de link in beeld dat mensen nog snel mee kunnen doen voor de tv's als we nog niet hebben kunnen gezien? Ze nog snel meedoen? Ja, we weten het niet. We gaan hem zo weggeven om 6 uur. Hoe geven we hem weg om 6 uur? Gaan we gewoon weer een naam? Of gaan we iets in beeld houden? Ja, dat kan wel. Dat kan ook. Dat is ook leuk. Ja, we moeten hebben de naam, denk ik. Ja. Even kijken. Hoe noem je een gesprek van minder dan 100 gram? Nou, vertel Marijn. Gesprek van minder dan 100 gram. Een onderonsje? Ik hoop het. Dat zou goed zijn. Ik heb hem nog niet gezien. Ik denk het wel. Jannie van der Pol, zweethanden, kletsende klotsoksels. Zo spannend. Ja. Spannend, iedereen vindt het spannend. Helemaal schoot heel graag. Sushi Nina weer. Ik wil graag de Samsung en Sony dan die graag. Ja, kijk, die hebben we ook. Ja, dat is ook goed. Toppers, lekker bij. Weekend 4 jaar gaan we weer. Een Disney film kijken op een grote tv. Ja joh, The Lion King met, op 4K. Oké, we hebben nog 1 minuut om mee te doen, jongens. Guido heeft zijn oude tv al buiten gelegd. Daar hadden we misschien heel even mee gewacht, Guido. Ja. Jelle, we hebben nog 1 minuut en dan gaan deze fantastische prijzen gaan weg. Gaan allebei weg. De Samsung en de Sony. We gaan eerst met de Samsung. Okay. Beginnen we eerst met de Samsung, is dat... Beginnen we met de Samsung, kijk even naar achter. Carolien, beginnen we met de Samsung? Ja, Sony is last for best. Ja. Last for best. Last for best, Sony. We beginnen met de Samsung. De Sony is last for best. Even kijken. Sony, we hebben Samsung 38 van PlatteTV.nl. Hartstikke bedankt. Sony we hebben de Sony. Dit zijn twee fantastische tv's. Ja.
Ik hoop dat ze een goede eigenaar krijgen. Ik hoop het ook. Goed baasje. Ja. Nog 26 seconden voordat we onthullen wie de Samsung... Ja. Maar hoe geven we hem weg, Jelle? Misschien komen we hem wel brengen. Hoe kiezen we de winnaar? Maar ik denk dat iedereen sowieso even een tromgeroffel moet hebben. Dat we nee, nee, wacht even. Doen. Mogen wij de winnaar in ieder geval niet in de chat, maar zelf horen? Ja, de winnaar moet niet in de chat. Michelle, mogen we de winnaars op papier krijgen dat we ze gewoon voorlezen, dat er niet in de chat staat? Dat is misschien wel fijn. Nog 2 seconden om mee te doen, jongens. Nog 2 seconden om mee te doen. Ja, de bel staat hier. Hij staat hier. Wacht even. Het is al klaar, maar ik toch even bellen. De inschrijvingen zijn gesloten. Oh, dat is heel slecht. Nog een keer. We gaan bekendmaken. Ik weet niet, heb je je ingeschreven? Laat het even weten. Ja, dat vind je het spannend? We zijn nu hartstikke hard bezig om de winnaars... Om de winnaar willekeurig uit te kiezen. Ja. We hebben een hele geavanceerde machine dit allemaal regelt voor ons. Ja, ze heet Michelle. Ja. En die komt het straks ook brengen. Ja. Doet de machine dus wij krijgen straks... Dit is een beetje Oscars. We krijgen straks een envelop binnen. Ja, en dan hoop je dat het en staan de winnaars dat goede filmmachine erin zit. Ja, ja. 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 Dat je niet ik ben benieuwd. Sylvia Bakker wil hem graag. Ja, iedereen. Monique van der Vaan. Ik zal er een mooi plekje bij Ineke maken. Hoopt dat de stream niet hapert. Nee, Ineke, dat hoop ik ook niet. Nee, ik hoop niet dat hij uitvalt op het moment dat wij hem weggeven. Nee, dat zou echt heel naar zijn. Als je zo'n Devolo set gewonnen hebt, Ineke, dan heeft hij dat ook zo niet. Ja, wie weet. Ik ben benieuwd hoeveel mensen meegedaan hebben. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hebben jullie meegedaan met de actie? Laat het even weten. Ja. Ze zijn nu op dit moment de winnaar aan het zoeken. Ja. Het is bijna weekend. Ja, Danny, het is bijna weekend. Ik hoop dat jij al weekend hebt. Hoop ik. Vol verwachting klopt mijn hart. Nou, Paula, dat is van ons alles wel. Yvonne Drent, hallo. Ik vind het echt spannend. En ik win hem Tamara niet. Tamara van der Horst, twee hartjes. Het is heel spannend, jongens. Daar komt ze aan. Daar komt ze aan. Kom erbij. Is dat voor de Samsung? Michelle. Michelle. Ja. Is dat voor allebei? Voor allebei. Voor allebei. Beginnen we met Samsung? Dus super. Ik vind het spannend, Jelle. Ik vind het spannend. Respect voor al die uren vol praten ook. We zijn al 7 uur live, mensen. 7 uur aan het praten. 11 tot 6. We zijn hier weken al hard mee bezig, dus complimenten voor iedereen die aan meegewerkt heeft. Ja. Ga ik het nog langer uitstellen? Ja, doe maar niet. Ik kan het niet meer. Oscar match, het is echt een Oscar match. We beginnen met de Samsung. We beginnen met de Samsung. We beginnen met deze Samsung 2. We beginnen met de Samsung 2. QLED 5600. Mogen we een tromgeroffel van iedereen? Ik vind het zelf echt heel spannend. We hebben allemaal een tromgeroffel. Hoor je hem echt? Ja, je hoort het. Hier komt. De Samsung. Gewonnen door iemand uit. Uit Lelystad. Uit Lelystad. Ingrid de Baken. Ingrid! Ingrid de Baken uit Lelystad. Ingrid de Baken uit Lelystad. Gefeliciteerd. Jij gaat naar huis. Nee, jij krijgt thuis deze mooie Samsung TV van plattetv.nl. Jij gaat naar huis. Heel erg plezier. Veel plezier ermee. Heel veel plezier ermee, En bedankt voor het meedoen ook. Fantastisch. Ingrid, gefeliciteerd. Eigenlijk voordat wij de laatste TV weggeven, ik wil toch even zeggen aan alle kijkers, ook de kijkers die er al de hele dag meekijken, want die zijn er. Ja, Alex. Ja, en hoe heet die gaming met de stofzuiger? Dat is Alex. Is dat Alex? Ja, dat wist ik niet. Alex, hi. Ja. We hebben een hoop vaste kijkers gehad deze hele dag. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat we gewoon nog een keer zoiets kunnen doen. Ja, zou leuk zijn. Ja, we hebben veel bedrijven. Iedereen bedankt tussen Ingrid in de chat, zie ik. Dat is leuk. De sponsors zeker bedankt. Ja, hoor ik. Sponsors. Zeker, want we mochten dit allemaal zomaar weggeven, maar dat is natuurlijk ook aan ons. Ja, Devolo heel veel. We hebben Devolo, Princess, Tinfall. Allemaal hartstikke bedankt. Bizar. Sony, iedereen sterft van de spanning nu. In de dat is bizar. Er komt nog een tv, hè? Deze mogen we weggeven natuurlijk. We gaan, gaan we die ook doen. Dan ik denk dat het tijd is om de Sony weg te geven. De laatste tv. Ga jij het zeggen? Last but not least. Last but least. De mogen wij weer een drumroll? En een drumroll, dames en heren. Jawel. Uit Werkendam. 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 Hoeveel mensen doen er mee uit Werkendam? Hij begint misschien nu al een beetje te kriebelen. Werkendam. Je denkt, oh, als mijn buurman maar niet mee doet. Ik werk in Werkendam. Of ik woon in Werkendam. Woon in werkverkeer. Theo van der Stel. Theo! Hey! Kijk eens. Lekker. Gefeliciteerd, Theo. De Sony komt jouw kant op. Theo van der Stel uit Werkendam. De Sony komt jouw kant op, in een mooie doos. Ja, misschien zit er wat confetti bij, maar weet je, dat is ook geestig. Dan zien we hem in de chat voorbij komen, ik heb geen idee. Gefeliciteerd. Geen idee. Nu iedereen er nog is, voordat iedereen massaal wegklikt, bedankt voor het kijken. Heb je niks kunnen winnen, kijk vooral nog even op kieskeurig.nl/prijsdalers. Daar hebben we nog heel veel goede deals staan. Top ik wil je allemaal bedanken. Sorry? Iedereen mag er even bij. Ja, kom er maar bij. Kom er maar bij. Iedereen even Carolien erbij. Oh, ook. Lekker. Maarten bedankt. Ik wil Carolien deze, bedankt voor het regelen van de prijzen.
Michelle, Stefan, allemaal welkom voorbij. Kom er maar bij hoor, gezellig. Kijk. Ja. We hebben allemaal zeven uur lang gewerkt. Zeven uur lang hier gestaan. Hebben we die microfoon nog? Ja, ik weet niet. Ja, weet ik niet. Wij praten gewoon. Hey Mark. We hebben allemaal zeven uur lang gewerkt. Mark. Allemaal. De Mark 2. Goed gedaan jongens. Michelle, Maarten. Ja, kom even bij. Dat je niet je champagne op die Sony heeft. Oh ja, je hebt gewonnen. Wij willen jullie allemaal... Kom hier. Hartstikke bedanken voor het kijken. Kom Stefan hier heeft het allemaal meegedaan. Zeven uur lang. Ja, iedereen heeft meegedaan. Ja, hartstikke bedankt. Ja, hoe sluiten we dit af? Jongens, tot volgende keer. Tot volgend jaar. Fijne avond. We gaan weer zwaaien. Doei. Dan moet hij nu wel uitzetten.